Nogmaals, goedenavond, dames en heren, en welkom bij de NCRV. U zag het voor 8 uur al even. In de studio is het vanavond een gezellige drukte, want het showroomteam geeft een afscheidsfeestje. Daarom nu snel over naar Studio 6. Welkom in NOS Studio 6, waar wij vanavond ons afscheidsavondje showroom hebben. Te midden van een groot aantal showroombekenden uit vorige jaren. U zag al even Dio Obers, Nederlands enige echte beroepsnar. En wie zijn er nog meer? We gaan even een paar tafeltjes langs. Hier vinden we mevrouw Riemvis. Dag mevrouw Riemvis. Komt u even staan. Mevrouw Riemvis, na haar verschijnen in showroom, kreeg ze onmiddellijk ontzettend veel aanbiedingen om modeshows te doen, zelfs voor huisvrouwenverenigingen. Is dat niet zo, mevrouw Riemvis? Ja. Hoe was dat? Bij Vela, na showroom, kreeg ik ontzettend veel brieven en telefoontjes om modeshow te lopen bij huisvrouwenverenigingen. En ook bij modehuizen werd ik gevraagd om modeshow te lopen en daarbij hielp mijn dochter mij om daar te lopen. Ja, ja. En de dames van de huisvrouwenverenigingen, vroegen die nu om een patroontje ook of niet? Die vroegen hoe ik het deed en zo. Oh, ja. Ze waren daar erg geïnteresseerd in en vonden dat heel erg mooi. Ja. Ook mensen die mijn tekeningen mooi vond, mij uitgenodigd voor exposities. Ah. Ontzettend veel. Ja. Draait u eens even rond, laten we eens even kijken. Ja, het is werkelijk prachtig. Ik kan me voorstellen dat er veel mensen thuis zijn die zeggen van dat zou ik nou wel eens heel dichtbij willen zien. Kan dat? Ja, want ik heb een expositie bij Gouden Handen van kleren en tekeningen. Dat is in Zeerenberg, hè? In Zeerenberg. Prima. Nou, bedankt voor de komst, mevrouw Riemvis. En ik zit hier bij meneer Gadella, die thuis met Halma-poppetjes de Olympische Spelen speelt. Een paar maanden na de uitzending kregen wij een schitterend boekwerkje van hem, waar alle uitslagen in vermeld stonden. Hoe heeft Nederland het gedaan, meneer Gadella? Heel goed, meneer Vollekus. We zijn op de tweede plaats geëindigd in het medailleklassement. Het was nog bijzonder spannend, want het laatste nummer was de 4x400 meter estafette voor heren. Zou Amerika dat winnen, dan zouden ze de meeste gouden medailles hebben. Ze wonnen ook met 300 seconden verschil van West-Duitsland. En Amerika toen 8 maal goud en Nederland 7 maal goud. Dus Amerika is hun eerste geworden. Ja. Nee, in het echt gebeurt dat niet, hè? Nee, inderdaad niet. Nee hoor. Gooi je eens in de pas. Nee. Mocht ze blij zijn, misschien met een brons medaille op een of ander nummer. Maar, ja. Maar bij u wel? Bij mij wel, ja. Dat stemt u tevreden? Nee, toen niet helemaal. Ik had gehoopt dat de grote landen zoals Rusland, Oost-Duitsland, meer gouden medailles gehaald zouden hebben. Want dat is echter? Dat is echter, ja. Ja, ja. Maar ik kan dit niet helpen, want die dobbelsteen die valt. En als die Oost-Duitsers iedere keer één gooien, en Hollanders 6, nou, dan kan ik het doen, hè? Bent u al bezig met de volgende Spelen? Administratief ben ik bezig met de volgende Spelen. Dat wil zeggen, de inschrijvingen zijn praktisch gesloten. Ik heb liefst 118 landen die meedoen nou. Zo? Ja, waarvan mij heel onbekende landen, zoals de Zomaar-eilanden en nog een paar onbekende staten. En waar gaat het zich afspelen? In München, West-Duitsland. Ja, in uw huiskamer natuurlijk. Ja, of ja, maar goed. Maar in München. En wanneer begint het? Nou, ik denk 86 of 87. Ik ben nu momenteel aan het studeren geslagen. Voor mijn staatspraktijkdiploma voor de bedrijfsadministratie. Dat is wel jammer eigenlijk, hè? Dat moet. Nou ja, goed, het hoort er ook bij. Het duurt ongeveer 4 jaar. Als ik zeg maar, mijn gunstige zin zijn 4 jaar.
Daarna ga ik weer beginnen. Ja, heren, examinatoren, help hem nou. Ja, graag. Met de 6 ben ik al tevreden. Met de 6 is hij tevreden. Nou, u hoort het. Het gaat prima. Veel succes met dankjewel. De spelen. Dank je wel. Leendert Bron, de bomensnoeier uit de Betuwe. Misschien kent u hem nog wel. Een paar jaar geleden slingerde hij zich in showroom door de bomen. En dat is een hele tijd goed gegaan, maar er is ook iets gebeurd, meneer Bron. Ja, een paar jaar geleden heb ik een tak op mijn schouder gehad. Dus ik een half jaar uit de relatie geweest. Maar, en ik was helemaal niet verzekerd, dus ik heb een enorme broer de tijd achter de rug. Maar ze hebben me geweldig erin geholpen. En ik zal die tijd voor geen geld van de wereld hebben willen missen. Want een mens die haakt allemaal naar meer, maar dat een keer weer in komt dat het niet zo is. Hè. En je ziet dat er dan zo geweldig geholpen wordt, dan is het ook nog weer een hele dankbare tijd dat het dat heeft mee kunnen maken. Ja, dat begrijp ik. U klimt nu weer de bomen in? Jawel, gelukkig wel. De Jan en Arem die wil helemaal niet mee, maar die spreek ik elke morgen even toe. Ik zeg, joh, je gaat me goed op beest doen. En toch de andere zeg ik, ga je me niet zo goed op beest doen, want dan loopt het met jou ook verkeerd af. En nou doen ze beide best en het gaat ook weer geweldig. Maar u klimt gewoon de bomen weer in? Ja. Met de klompen aan? Met de klompen aan. Dus u bent toch niet bang geworden? Nee. Daar, ook voor zou er bang voor zijn, want dat er de weg overstikt en je kijkt niet uit, is het veel gevaarlijker dan dat er in de boom klimt. Ja. Goed zo. Bedankt, meneer Bron. En succes. Dank u wel, meneer. Dank u wel. De grote doffer, zoals hij zichzelf noemt, Gerard Viret, de duivenminnaar uit Schravenhagen. Vorige maand pas geweest, dus alles is nog vers, Gerard. Hoe waren de reacties? Veel telefoontjes van verre verwanten, van verre hele oude vrienden, die ineens uit het stof opdoenden. En één telefoontje van een hele venijnige, zeer slecht Nederlands sprekende Franse dame. Die zegt, houdt u al die duiven in uw huis? Dat is afschuwelijk, dat is smerig. En u voert zeker de hele dag verder niks uit, hè? Trouwens, u hebt een heel na karakter. Ik zeg maar, dat is ook aan u niet besteed, mevrouw. Pas de haak erop. Maar verder heel positief, heel erg positief. Veel telefoons op straat, mensen zo. Een paar keer stak ik mijn tientjes in mijn zak zo voor de duiven. Ik zei, hoeft niet, ach meneer. En bijna iedereen herkent je tot de dag van vandaag. Ja, sommige mensen wilden nog iets anders van je, iets meer geloof ik. Oh ja, ik heb als afwerking het vervaardigen van panfluiten in ten grote getale. Het heeft erg veel opponentie verwekt bij de heren kunstenaars. Het algemeen. Hoeveel heb je er al gemaakt? 22. Ja. Dit zijn er twee van. Ja. Ik heb er een met 32 pijpen. Toen ik ermee begon had ik bijna een hartaanval. Maar ik heb de ademhaling en de buikademhaling iets verbeterd bij een buikdanseres en bij een leraar Zaan. Ja. Maar in ieder geval waren veel mensen die zeiden tegen ons, hij speelde te kort panfluit op de film. Ja, maar er is ook maar één... Ja, maar stel ze even gerust, speel het. Iedereen is weer tevreden. Gerard, bedankt en nog een prettige avond. We hebben nog een andere fluiter hier in de studio. Een beetje kleiner. Dat is Tommy Buursma. Misschien kent u hem nog. Tommy, hallo. Hij reageert nu niet. Hij zit zo vreemd. Hij wil niet. Nu, omdat hij vreemde omgeving is, dan reageert hij natuurlijk anders. Gaat hij nooit buitenshuis? Ik heb hem nog nooit buitenshuis gehad, dus ik kan niet overoordelen. Het voor het eerst dat hij mij uitgaat. Ik zal het verder proberen. Maar u bent ook wel eens bij met een dierarts, bij een dierarts. Ja, dat wel, maar dat is maar zo kort. Dan gaat hij in de auto weer. Maar nu zit hij in een hele vreemde omgeving. Ik kan hem er wel uitlaten, maar ik weet niet waar hij blijft. Nee, dan raakt hij zoek hier, hè? Ja, dat durf ik niet. Nee, dat zouden we niet moeten doen. Nee. Dus toch zijn er ontzettend veel mensen, mevrouw Buursma, die hebben gezegd... Na afloop van de uitzending, dat is niet echt. Ja, hè? Dat is getruckeerd. Dat kan niet. Wat vindt u ervan? Hoort u dat ook nou, wel eens? Nou, ik zei vertellen, als ik heb dezelfde reacties gehad. En als ik wat ze zeggen kon buikspreken wat hun zeggen, had ik op de Olympia gestaan in Parijs. Ja, dat was heel gewoon. Maar ik heb zo'n band met hem en iedereen kan dat. Wat ik kan, het is niet zo'n wonder. Maar het is alleen een kwestie van een band kweken met een beest. En dat is het enige wat erop zit.
En als de mensen daar het geduld niet van hebben. Ik weet zeker dat er nu veel pakieten gekocht zijn. En iedereen zit 5 minuten met hem te praten, denken ze dat hij doet. En dat is niet waar. Je moet eerst een vriendschap met hem kweken. En dan krijg je pas die band en dan gaat hij pas praten. En geduld. Maar hij heeft natuurlijk nog nooit de stem van een pakiet gehoord. Hij was zo klein toen hij bij me kwam. Dus hij denkt natuurlijk dat ik een soortgenoot van hem ben. Ja. Hij heeft misschien nog nooit een eigen soortgenoot gezien. En daarom denkt hij, die stem, dat is de stem van mijn soortgenoten. En daarom doet hij het zo goed. Nog even proberen. Tommy. Tommy. Nee, straks gaat hij wel praten als hij helemaal gewend is. Ja, dan zijn we er nu meer. Maar u moet het dus geloven, hij praat echt, dames en heren. Ja. Bedankt voor Buurzwa. Ik heb ook hele goede reacties gehad. Leuke reacties? Hele geweldige goede reacties. Ja. Van mensen die ook pakieten hadden, 11 jaar. En die deden het nog beter als hij. Ja. En dus geen pakieten opgebeld? Nee, die heb ik nog niet gehad. Misschien komt het nog. Oké, bedankt. Weet je niet. Ja. Geert Rent wil wel. Geert Rent is een van de grootste verzamelaars, bijzonderste verzamelaars van Nederland. Hij verzamelt namelijk verzamelingen. Toen wij er een paar jaar geleden waren, had hij er 130. Hoeveel heb je er nu? 134. Dat is lekker opgeschoten. Er zijn er 4 verzamelingen bijgekomen. Ja. En de laatste, welke is dat nou? De laatste heb ik 1 album van meegebracht. Dat zijn namelijk carnavalsmunten. Die komen uit Amerika in allerlei kleuren. En dat is een van de laatste verzamelingen. Daar heb ik er nu al een 300 van. Het mooiste vond ik altijd nog van je, die 10.000 scheermesjes. Ja, die heb ik nog steeds. Er zijn er ook ongeveer een 500 bijgekomen. Dat gaat niet zo hard, maar... Scheer je er wel eens mee? Ik scheer mij altijd nog steeds elektrisch, ja. Heb je nog heel bijzondere aanwinsten? Ja, de laatste... Het laatste half jaar, laat ik zo zeggen, is dit eigenlijk het mooiste wat ik erbij heb gekregen. Dat zijn van die affiches van voor het kind postzegels. Dat zijn hele oude, van voor de oorlog. En daar ben ik erg blij mee. Je blijft doorverzamelen? Ik blijf doorgaan. Komt geen eind aan? Het gaat steeds maar door. Doorgaan? Dat doe ik. Bedankt. Oké, dank u wel. Meneer van der Loo schildert in de stijl van Vincent van Gogh. En hij zegt dat de schilderijen die hij maakt eigenlijk de werken zijn waar Vincent van Gogh nooit aan toe is gekomen. Meneer van der Loo. U hebt een paar schilderijen meegenomen. Inderdaad. Laat u eens even kijken. Zet je maar wat je neer moet zetten? Ja, zet maar even hier op tafel. Dan kan op camera 4. Nee, op deze camera. Even zo draaien. Ja, mag allebei hoor. Dan hebben we van 2 kanten. Hè? Ja, Jaap. Prima. Ja, het is prachtig. Komt u nog even bij zitten. Dit zijn de laatste werken die u gemaakt heeft? Tamelijk de laatste werken, ja. Die heb je nog niet gezien, hè? Deze. Nee, die hebben wij nog niet gezien. Die zijn nog bijna nat. Ja, ja. U heeft ook na de uitzending een expositie gehouden, hè? Ik heb de hele maand maart geëxposeerd in de Schouwburg in Helmond. Prachtige reacties gehad. De mooiste reacties waren wel dat de hoogste klasse van de scholen kwamen kijken. En daar moesten ze opstellen van maken. Daar ben ik heel verguld mee, hoor. Moesten de grote kinderen opstellen maken voor mijn werk. Ja. Ik heb nog veel meer reacties gehad. Er is een buitenlands persbureau geweest. Ik heb in buitenlandse bladen gestaan. Kleurenfoto's en zo. Hartstikke leuk. Nu heb ik ook gehoord dat er binnenkort Vincent van Gogh feesten zijn in Brabant. Hè? In Zundert. Er zijn in augustus zijn Vincent van Gogh feesten. Dat gelegenheid van 100 jaar dat Vincent van Gogh daar gewoond heeft. En toen heeft de Stichting Rotor heeft me uitgenodigd. Hmm. Daar ben ik op ingegaan. Er komen schilderijen hangen in augustus. Prima. Nou, dan weten we allemaal waar we naartoe moeten in augustus. He, dan kunnen we een paar schilderijen bekijken. In het gemeentehuis, zover ik weet. Oh, prima. En ik heb een uitnodiging voor volgend jaar tijdens de Vincent van Gogh feesten in Nuenen om er ook te exposeren. Dat is nog niet officieel, maar... Dus het succes zet zich voort? Dat dacht ik wel, ja. Prima. Bedankt. Ik dacht dat ongeveer 100... Ja. Nou ja, 100, ik kan niet zeggen, misschien... Ettelijke honderden mensen hebben opgebeld toen na die uitzending, ja, weet je wel, hè? Nou, fantastisch. Bedankt dat u nog even gekomen bent. Graag gedaan. Oké. De gebroeders Bijmholt uit het rustige plaatsje Oranje in Drenthe. Bekend van zonder gas, zonder elektriciteit. Hendrik de Zwijger hebben we altijd gezegd. En Feitse de Prater. En Feitse wou iets zeggen tot de mensen. Ja, goed. Dat wil ik heel graag doen, dan wil ik het de allereerste, want er bent al, wil ik maar gerust zeggen, maar duizenden in de gemeente Bijlen, daar wonen wij, die allemaal gezegd hebben, Feitse, als je voor de televisie komt, wuif je dan even, wij zullen het ook doen.
Ja, ik zal het graag doen. Beste lieve mensen, want het zijn miljoenen die op het ogenblik naar de televisie kijken. Miljoenen. Beste lieve mensen, allemaal. Van Nederland en België, alvast en nog verder mogen weten. Ik wuif je hartelijk toe. Goed zo. En dan wil ik dit nog even zeggen. Positief leven. Positief, hè, wij moeten positief leven. En er zijn de mensen die het niet weten. Die weten niet het verschil tussen positief en negatief. Nou, ik zal het zeggen. Wie positief leeft, die leeft met de almachtige schepper van hemel en van aarde. En als wij positief leven, dan wil ik nog zo zeggen, dan hebben wij overal liefde voor, omdat wij in contact staan met die lieve schepper. Dan hebben wij liefde voor alle dieren en alle vogels en alle planten en alles. Wij willen ook helemaal niks meer doden, want God is liefde, enkel liefde. En dan wil ik nog verder even zeggen over het positieve. Wij hebben van het jaar een belabberd jaar. Een belabberd jaar. Dan neem ik even naar spalkaten en dan ga ik even denken aan klaverjassen. En wat komt daarin voor? Als klaver, als klavertroeven zeg maar, dan komt de boer in voor, de boer, de landbouwer, die heeft 20 punten. De vrouw, wat ik eigenlijk jammer vind, dat ze dat zo uitgevonden, maar de vrouw is voor mij het meest, het hoogste goed, want dan denk ik aan moeder Maria. Moeder Maria, die heeft ook eenmaal de zoon gemaakt, Jezus Christus, onze Heer. Dus die zal meer punten moeten hebben, die vrouw? Ja, zo is het. Wij moeten positief leven. En dan denk ik aan die boeren, die verzuipen als het ware. Mensen, lieve mensen, die veel dit hebben, werk positief op dat de boer, de veehouder en de landbouwer niet te gronden gaat, want als dit te gronden gaat, dan gaan wij met Holly ook te gronden. Laten we hopen van niet, meneer Bijmold. Hartelijk bedankt voor uw pleidooi. Juffrouw van den Burg uit Scheveningen ontfermt zich over zwerfkatten. De vorige keer dat we bij haar waren in Scheveningen, had ze er zo'n 42, hè, juffrouw van den Burg? Nee, ik had er 40. Oh, 40. Het zijn er 44 geweest. Ja. En zijn er 42 geworden. Want er zijn er twee afgevallen. Welke? Namelijk mijn twee allerliefste. En één was daarbij, mijn Petertje, met het toontje uit zijn mond, het traantje in zijn oog. Een heel erg verdrietig om geweest. Maar goed, ik heb nog meer katten. Er zijn er vier weer in de plaats teruggekomen, wat alle vier eigenlijk probleemdieren zijn. Ja. De mensen die hebben ze weggedaan. Eén is bij me gekomen, die was had zo gezworven, die had geen eeuw meer op zijn pootjes. De tweede werd gebracht om een verjaardag, die mossen ze niet meer. In een stuk deken werd het in mijn gang gegooid. De derde hebben ze me eigenlijk nog mee bedot aan de deur. En daar ben ik ingetrapt, jammer genoeg. Maar fijn, het beest hebben mij een goed leven gekregen. En dan heb ik nog een kleintje gekregen. Maartje. Bij de visboer zat hij op het afdak. En de visboer bij me gebracht. Toen dacht ik, nou, heet jij maar Maartje, want de visboer heet Maarten. Oh. Dus er zijn er toch weer 42. Ja, ja, zo heb je die naam weer bedacht. Ja, de visboer heette Maarten, dus ik dacht, nou, jij bent maar Maartje. Ja, ja, prima. Heeft u veel reacties gehad na afloop van de uitzending? Enorm veel, enorm veel. En van deze plaat wil ik al deze mensen dan nog bedanken. Ik heb wel persoonlijk bedankt, maar misschien dat ik een enkele vergeten heb waar ik het adres niet goed van kon ontcijferen. Of de naam, die heb ik teruggekregen. Ik krijg nog steeds reacties. Ik heb ook een aardige brief gekregen, die bleef helemaal anoniem. De mensen die zetten als afzender, ik zag u in de showroom. Dus wie het is, weet ik niet. Nee, nee. Het was een aardige brief, ging vergezeld, altijd natuurlijk wel met inhoud. Hè. Ja, ja. Veel telefoon, vraagbaar voor, eigenlijk voor iedereen. U hebt er zoveel verstand van, wat moet ik doen en wat moet ik laten. En ook een hoop mensen natuurlijk die ze bij me wilden brengen. En toen heb ik gezegd, nee, dat kan ik niet doen. Ik word dit jaar 65. Ik moet uiteindelijk ook een beetje gaan miniseren. En dan, ik neem geen katten die de mensen zat zijn. Ik neem alleen maar dieren die op de straat gegooid zijn. Want ik noem het gooien. Hè. Ja. En de mensen zeggen dan, ja mevrouw, maar ze hebben het bij u zo goed. Hè. Wil u ze echt niet nemen? Want het is een oude dame en die moet naar het ziekenhuis. En als ze uit het ziekenhuis komt, komt ze in een inrichting. En we moeten dan met de dieren gebeuren. Ik zeg, ja mevrouw, ja.
Dat is het probleem, hè? Ja. Maar goed, we hopen dat u veel succes heeft met uw beesten. Ik hoop dat het wel, want... Doet u ze de groeten? Ik zal het doen. Dank groeten u wel. Van meneer Van der Horst. Ja, oké. Okay. Dag, even voor de beurt. Het is allemaal recht overeind. Ja. Tot ziens. Ja. Dat waren enige gasten die hier bij ons zijn. Wat gaan we nou vanavond doen? We gaan in feite kijken naar de laatste aflevering van Showroom, die we hier in de studio op een groot scherm gaan vertonen. U thuis zult zich met uw eigen kleine scherm, die moet wel. Voor die allerlaatste aflevering hebben wij een aantal mensen van onze Showroom afleveringen weer opgezocht en opnieuw gefilmd. En die filmen kunt u nu straks gaan zien. En af en toe komen we terug in de studio voor een praatje en een muziekje. Goed, we beginnen. Ja. We zijn natuurlijk al begonnen, maar nu beginnen we. Showroom, 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 showroom. Goedemiddag, dames. Oh, kijk nou toch eens zeg. Ken je die manier helemaal niet? Oh, nou, jij zit goed of je hem jaren gezien hebt, dat nooit. Kent u het programma Showroom? Ach, natuurlijk! Ik denk, waar ken ik dit van? Daar kennen we ze van. Nou, is toch... Ik denk, die gezichten, die ken ik. Jawel, natuurlijk kennen we Showroom. Ja. Ja. Kunt u zich, behalve ons, dan nog iemand uit het programma herinneren? En mevrouw met 100.000 poesjes, hè? Oh, ja. Ja, 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 dat was ook nog. Dat ik er echt bijna niet goed van werd. En dan een meneer. Waarom met... werd u er niet goed van? Nou, het was me iets te veel wat goeie, hè, maar het was bijzonder leuk opgenomen. Nou, en dan was het overgelukkig en ik vind dat je met dieren overgelukkig kan zijn. Ja, yeah. Nee, maar dat vind ik gewoon. Ik heb één stomme poes. Nou, je zou zeggen, ik ben al zeven jaar heb ik hem over van een man. Ja. Nou, als hij thuis komt, staat hij er en is hij er gewoon. Nou, ik vind het heerlijk. Dus je bedoelt... wie staat er? Uw man of uw poes? Ja, wat heeft dat met uw man te maken? Nee, niks, maar ik bedoel, er is er eentje die op je wacht. Al is het dan nog maar een stomme poes, maar je staat in ieder geval te wachten. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Kijkt u wel eens naar Showroom? Jazeker. Ja. Kunt u zich nog iemand herinneren uit het programma? Ja, wel meerdere, maar ik onthoud alles natuurlijk niet. En ik heb wel nog een speciaal geval van een vrouw die in die bootjes, aan die vaarwateren was het, die plassen. En die zei toen nog eens met een opmerking over het geloof, dat kan je niet kopen. Dat vond ik interessant. Dat dat indrukwekkend is op de waarheid. Afgestemd. Ja, het is hier mooi. Vind je het hier mooi? De natuur is het mooiste wat er is, ja. Het mooiste wat er is, ja. Wat ziet u dan 's morgens vroeg? Nou, dan komt de zon eruit. Ik denk nou, als je nou een schilderij bent, hè, dan kan je alle schakeringen zijn je pakken. Hè. Dan heb je lila, roze. En dan komt die zon erdoor. Hè. Nou, je weet niet wat je ziet. En de mensen vliegen alles voorbij. Zie niks. Zie een enkel die auto en zie een enkel het geld. Dat is nou de wereld. Maar ze vliegen die natuur voorbij. Ze jagen, ze staan te dansen, 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 dansen. Dan komt er maar. Dansen? Ja, dansen. Haast, haast, haast. Hoe harder dan ze jagen, ik zeg jongens, is hoe harder dat je loopt, is hoe eerder je achter de kerk ligt. Maar u zou hier nooit weg willen? Ik? Ik? Nee. In een bejaardenhuis. Bijvoorbeeld. Ga jij erheen, joh? Beste mensen, ze hebben het allemaal goed. Maar ik moet er toch mooi niet wezen, hoor. Want als ik er 6 weken ben, het kan ook 7 weken wezen, het kan ook 8 weken wezen. Maar dan, weet je wat Antje dat doet? Duikelen. Wat is dat? Wat is dat? Duikelen. Weet je niet wat duikelen is? Ga je toch het kistje in? Nou, dat is duikelen. Dat is duikelen. Dan duikel je zo, want nou voel ik, je glijdt af. He? Dat voel je, dat weet je. Je glijdt af. Je gaat die glijden af. Je gaat niet omhoog. Ja, misschien, die ziel. Daar kan geen mens een zinnig antwoord op geven. Dat geen mens. Vraag het maar aan de paus. Vraag het maar aan iedere geestelijke, ze weten het niet. Er is geen mens teruggekomen. Nog niet één. Nog niet één.
Wist ik het maar. Wist ik het maar. Zou u het willen weten dan? Nou, liever niet. Liever niet. Want ik zou willen, ik zou niet willen dat de mensen op mijn graf gaan staan huilen, hoor. Want verbeel je als je in die kist legt en die geest die zweeft daar nog. Hé, begrijp je me? En die geest die zweeft daar. Dan zou ik zeggen, mensen, ik kan je niet helpen. Ik ga alsjeblieft een kujakkie pakken. En dan ben die tranen weg. Voor mij hoef je niet meer te huilen als ik dood ben. En ik had altijd tegen mijn biechtvader gezegd. Ik zeg, van mij hoeven ze geen één heilige mis te lezen. Ik zeg, want als ik zelf geen reisgeld heb, dat noem ik reisgeld, dat je goed geleefd hebt. Als je zelf geen reisgeld hebt, dan kom je er toch niet. En dan kan een ander nog zoveel bidden in die kerk voor je ziel en zaligheid. Maar als je zelf geen reisgeld hebt, kom je er toch nooit, hoor. Je moet zelf reisgeld hebben, je moet zelf goed leven. Het testament van haar moeder regelde een ingewikkelde familieaffaire. Jet mocht in haar huisje blijven wonen, mits... Ik had het levenslange recht van bewoning hier, tenzij ik niet huwde. Dus ik was aan banden gelegen met mijn huwelijk. Want om reden dat het hier zo mooi was, wou ik hier niet vandaan. Ik heb kerels wat kunnen krijgen, hoor. En goeie. Ze kwamen met een chiquet aan. Maar u heeft het altijd afgewimpeld? Al licht. Ik wou hier blijven wonen en ik heb wel een goede kennis gehad. Nou, ik heb het in de tijd al gezegd, dat was net toen moeder boven aarde stond, dat niemand het wist. Toen had ik kennis aan iemand en dat was er een van de waterpolitie. Een hele knappe vent en een hele goede vent. En daar heeft niemand niet iets van gemerkt. Ook niet mijn moeder. Want dat mijn moeder, maar hij kon bij mijn moeder wel op tafel schijten. Maar waar is ze van uit te drukken, hoor? Zou je het uitdrukken? Zo mochten een. Maar als ze geweten had dat u verliefd was, dat hij op mij verliefd was, ik op hem verliefd was, en hij was protestant. Oh, hij was ook. Nou, dan waren de rapen gaar geweest, hoor. Denk erop. Maar u bent, er zijn wel eens mannen geweest, maar u bent nooit weggegaan omdat u hier wil blijven wonen. Dat is het hele kardinale punt geweest. En als ik nou voor het vaderland weggeleefd had, zoals ze tegenwoordig doen. Ze zeiden het wel, dus je kunt toch een vent bij je nemen? Maar dat laat mijn geloof niet toe, joh. Ik ga toch niet voor het vaderland wegleven? Ik heb toch een geloof, ik zit toch... Het is... En dan kan je ze tegenwoordig niet aan de verstand brengen. U heeft ook nog een zuster in het klooster, hè? Ja, beste zuster. Die is goed. Zou het iets voor u geweest zijn, het klooster? Ik? Ik? Maar het is zo geweest. Je hebt de karmelitessen gehad, geloof ik. Die lagen daar de hele dag te bidden. Maar dat is nou toevallig de bedoeling niet van onze lieve Heer, hoor. De hele tijd dat onze vader in dat wees gegroet. Dat is onze lieve Heer al vergeten. Want als ik de hele tijd tegen jou zeg, dag Jan. Dag Jan. Dag Jan. Dan zeg je toch op de deur een keer, hou je bek. Nou ja. Dus als ik ene keer tegen ons liever zeg dit en dat en dat, maar dan hoef ik het geen 10 keer achter elkaar te herhalen, dan denk je, oh, jij ook, je kop eventjes. Daar word je toch moe van? Of jij? Nou jij. Dus toch? U bent nou 73 jaar. Hebt u het gevoel van, nou, ik heb het nou wel bekeken, het leven? Nee, alsjeblieft niet. Ik begrijp niet dat de mensen het zat zijn. Dan zien ze toch niet wat God hier geschapen heeft. Want die maatschappij is verrot. Maar de wereld op zich is mooi. Het is 4 jaar later. De wereld is nog steeds mooi, de maatschappij nog steeds verrot. En hoe staat het met tante Jet? Na de uitzending regende het telefoontjes die zij gewoontegetrouw noteerde op een gebaksdoos. Alkmaar, Leiden verschillende malen, Rotterdam verschillende malen, Schiedam verschillende malen, Den Haag heel veel,
Voorschoten een paar keer. Pijnaker verschillende malen. Noordwijk een paar keer. Nou, uit heel Nederland kan je wel zeggen dat er reacties waren. Allemaal telefoon. 'S Morgens om 8 uur kwam er al zo'n aap aan de telefoon. Ze kregen wel. Nou, en toen ging dat heel de volgende middag door. En om 11:30 en toen heb ik die haak van die telefoon afgepakt en ik heb hem zo onder een kussen gedonderd. Zeg, wegwezen. Nou, afgelopen. Dan ging tijd de koffie dronken. Vooral haar opmerking over het reisgeld maakte veel los. De pastoor uit de Kwakel preekte er ook nog over. Ja, dat reisgeld, dat hadden ze zeker schijnbaar nog nooit gehoord. Nou, je moet toch reisgeld hebben? Ja. Als je reisgeld hebt, dan kom je er niet. Dat is sowieso klaar. Je kan in de trein stappen, je hebt geen geld, dan word je er toch mooi uitgezet, hoor. Zo is het toch? Hebben ze het over rijke mensen? Wie is rijk wezen? Nou, ja, wat is rijk, hè? Wat is rijk? Ik wil niet rijk wezen. Nooit. Als je rijk bent, dan ben je slechter af als je arm bent. Want je hebt de verplichting om de mensen te helpen. Al is het maar met een onsje rookvlees of een onsje ham. Begrijp je me? En nou hoef u niet te helpen? Ja, ik help wel. Huh? Naar mijn stand. Maar als je rijk bent, ben je verplicht. Verplicht. En anders hoef je heus bij ons lief in de hand te klommen, hoor. Dan zegt hij, ga jij nou mijn deur ook maar voorbij. Ga jij maar weg. Met je handel, met je geld, met je goud. Maar hij vroeg die Onassis, is hier dus over de hele wereld te praten, dat wij de mensen moeten helpen. En hulle zit in het goud, in het zilver en ik weet allemaal niet wat. Ze kennen de hele wereld voor redden, die lui, joh. Met z'n tweeën. Met dat waaier, met die waaierbek. Ja, je weet wel, die van Onassis. Die van de president, die goede man, die dood is dan. Kennedy. Kennedy. In 63 is die gegaan, dat weet ik ook nog precies. Toen was ik bij iemand en toen was ik boven. En die kwam naar boven en dan weet je nooit wie de dood is. Hij zei, Kennedy. Ik zei, oh lieve Jezus. Weer een goede weg. Nou, en zij hadden al heel gauw met die kikkerkop een ander. Onassis. Met zijn geld. Met zijn gouden bolten in die hele rotroep. Nou, dat goud kan je niet opeten, hoor. Maar je kan je wel je medemensen met helpen. Zo is het toch? Ja, ik ben fel. Als we daarover beginnen. Dan. Lachen. Je moet er maar geen eens aan denken, man, je maakt je nog kwaad en je krijgt het nog aan je hart ook van die apen. Nou, ze zoeken het maar uit. Zo is het toch? Ze zoeken het maar uit. Toch ben ik oud, hoor. Met mijn laatste kwartje. Nog 23 centen, de banker. Dat is een cent in een jaar. Wil u 100 worden? Ja, maar niet dat ik... Mijn ogen het begeven. Kijk, gaan die benen het begeven, dan neem ik een crossje. Dat is sowieso klaar. En wat? Een crossje. Is dat? Dan kun je toch rijden? In zo'n crossje. Kijk, en dan gooien we die deur eruit. Ja. Een schuifdeur of twee klapdeuren. En een afritje. Ja. En heb ik al bekeken dat ik een klein kacheltje moet kopen. Dan kan ik zo de keuken in rijden. Kijk, dan zie je handen en je ogen het maar blijven doen. Die benen die zwieberen al... Die zwieberen wel mee. Ja. Maar u heeft nog plezier genoeg in het leven? Ik? Ik wel. Ik vind iedere dag die God me geeft, vind ik best, hoor. En ik zeg elke ochtend toch eens weer doorfietsen nog even. Doorfietsen. Gaat die richting maar heen en die richting, maar laat het gat maar open. Dat is toch vroeg genoeg? Je kan zo lang zand happen. En als... Of klei, waar je terecht komt, die weet ik veel. Maar ik heb wel... Alles klaar, hoor. Voor als ik dood zou gaan. En dan heb ik alles al opgeschreven. De kapper is besteld. Ik ben nooit bellen. Kapsel en Bertie. Zo'n advertentie moet er in de krant. Natuurlijk overleden tante Jetje. En dan komen mijn vrienden. Zij, die een thuis was voor velen. Met een groot hart... Stond zij voor iedereen klaar. Wij danken je voor al je liefde en gezelligheid die je ons gegeven heeft. Een laatste groet van al je vrienden en je kennissen.
Waarom heeft u die advertentie zelf opgesteld? Ja, nou, dan kunnen ze het zo pakken. En ze kunnen het zo aan die man geven. En dan wordt het zo in de krant gezet. Nou, u wilt ze geen moeite bezorgen? Nee, hebben ze niet geen drukte. Want dan gaan ze nog zitten zoeken in zo'n boek. Die tekst en die tekst en die tekst. Die tekst moet goed zijn. Want ik heb feitelijk geleefd voor een ander. Ik geloof niet dat er iemand anders bestaat die zijn eigen rouwtekst alvast op een gebaksdoos schrijft. Dat moeten hun weten. Ik, oh ja, tien nog. Tien, ja, verdomd. Kennen ze nog lachen. Dan kennen ze nog lachen. En geen koffietafel. Oh nee, wat staat op die kaart? Oh nee, geen armoede, maar ze die komen ook nog wassen. Ze nemen de fles cognac maar en jenever en citroen en een kistje bier. Dan kunnen ze allemaal een borreltje nemen, want uiteindelijk moet toch, ga ik de gelukzaligheid in. Dus dan moet er toch geen droefenis wezen en geen koffie. Dan word je misselijk van de tent. En een potje bier niet hoor. Van een borreltje voor een cognacje. Ik kreeg het altijd alles graag zelf. En die witte jurk die hangt klaar. Moet ik even een roze pakken? Eens even op. Kom jij er eens even uit, je. Mooi eens kijken. Nou, mooi kijken. Oh, mooi. Oh, mijn kop. Die gaat er ook nog aan, vandaag en morgen. Hey, maar dat zo doet. Zie je? Dat lijkt toch netjes in de kist, hè? Volgens mij is dat een eier. Nou ja, maar ik heb op het ogenblik een roos, maar dan moet ik weer een roos pakken. Nou, dan is het een eier. Mag ook nog wezen. Netjes? Dan ga je toch netjes in het kistje. Maar we gaan allemaal nog de haak, joh. We duikelen wel. Als regen even doorgaat en die rust die gaat nog even door. Ik ga niet op mijn bril zitten, want dan ben ik hem nog kwijt ook. Zo is het toch. Maar waarom wil u nou netjes in de kist? Dat maakt toch niks uit? Nou ja, dan komen er nog weer mensen kijken bij en dan zeggen ze nog, ze legt er netjes bij, weet je niet. Er zijn mensen die daar niet over durven praten, over de dood of wat dan ook. Waarom niet? Als iemand dood is, dan zeggen ze, nou, maar niet meer over hem praten. Weet je hoeveel iemand niet dood is waar die dood is? Dan moet je juist over hem praten. Snap je? Als herinnering. Als herinnering, dan zeggen ze, nou, laten we die maar laten rusten. Ze nee, die hoef je niet te laten rusten. Je mag toch gerust over iemand praten die dood is? Hij hoort toch nog in de kring? Zo is het toch? Kent u het programma Showroom? Kunt u zich nog iemand uit het programma herinneren? Oh ja, een heleboel zelfs. Noemt u eens wat? Bijvoorbeeld die man, ik geloof uit Groningen of uit Friesland. Ja. Die vliegtuigen vervolgde. Ik zit zelf in die vliegwereld. Ja. En ik vond dat een geweldige uitzending. Die man die daar beneden in zijn hokje zat en zich voorstelde de mensen daarboven met een whisky in de hand en een ijsklontje erin door de lucht vlogen op 10 kilometer hoogte. Ik vond dat fantastisch. Ver weg van Schiphol, op het Friese platteland, staat het huisje van tekenleraar Peter Haak. Boven het huisje ligt het knooppunt van belangrijke luchtroutes. Zijn hartstocht is het opvangen van de gesprekken hoog boven hem. Die zijn zijn vastigheid, want wat er rondom hem beneden ook gebeurt, daarboven gaat het gewoon door. Ik zie dus die vliegtuigen langskomen en ik wil zo graag weten wie ze zijn. Vandaar dat ik met een radiotje erbij dus kan weten wie het is. En dat is een, vind ik een... Amsterdam, Scenario 564, we're now coming up to maintaining level 320. Mooi, hè? Ik vind het... dat je dat hier kan horen, wat er dus op zo'n grote afstand gebeurt, hè? Vind ik zo mooi. Die gesprekken die ik dus kan horen, dat is juist zo mooi. Die kan ik van grote afstand horen. Ik kan gesprekken boven boven Denemarken horen. Ik kan dus een vliegtuig dus helemaal volgen over Nederland. Ik kan hem zelfs zien, hè? En dan kan ik hem tot boven Frankrijk volgen. En dat speelt ze allemaal in een uur of en twee kwartier af. Dus anderhalf uur, of een uur zelfs. Dat vind ik wel iets fantastisch. 1354 Fire Green. Zie je het? Zie je het? Goed, hé, dan komt hij daarop. Mooi, hè? Ja, ik vind dit heel mooi, hoor. Sorry, man. Landing 05. Estimating landing 05. Requesting Wat ik zo mooi vind, is dat dit gesprekken zijn waar geen
onnodig woord wordt gezegd. En die correctheid waar de mensen mee praten. Ja. In over 8-0, als geen van vlimmen. Nou ja, dat blijft al 1-0. Het landschap heeft een zekere sfeer. Ja, wolken hebben een sfeer. En we vinden dat ongerept. En toch gaan daar kaarsrechte streven doorheen met mensen. En dat vind ik zo fascinerend eigenlijk. Dat die twee werelden van het romantische, wat je op schilderij ook had, romantische landschappen, prachtige luchten. Dat je tegenwoordig daar zomaar messcherp, mathematisch scherp, dat die lijnen doorheen ziet lopen. En dat daar mensen voor die streep uitgaan. Misschien 400 tegelijk. He? Dat zie je niet. Wij zien die strepen. We zijn vliegtuigen. Maar ondertussen, de wereld gaat er over je heen. Met de snelheid. Die gaat richting Ierland. Met een snelheid van bijna 1000 km/u. En ze zitten misschien, als ze hierover komen, dan mogen ze net hun riemen losmaken. Dan krijgen ze misschien een eerste kopje koffie. Peter Haak heeft één probleem. De afstand tot Schiphol. Hij hoort wel wat de vliegers tegen Schiphol zeggen, maar niet wat Schiphol antwoordt. Daar heeft hij iets op gevonden. Kees. Hallo Kees. Hallo, zeg, ik wil eens met jullie bij je gaan luisteren. Nou, dat kan, jongen. Ja, doe dat. Ik wou eigenlijk luisteren naar 129.3. Amsterdam Radar Noord. Heb je daar iets op staan? Ja, ik heb net een vliegtuig gehoord richting Bremen. Ja. Ja, heb jij die ook gehoord? Ja. Oh, wat leuk. Ik heb nu een broodje op staan. Goed, ga ik even naar het broodje toe. Momentje hoor. Ja. Waar woont Kees? Kees woont in Harderwijk en die heeft een zeer bijzonder apparaat, of zeer bijzonder antenne, waardoor hij vanuit Harderwijk, Schiphol, alles kan krijgen. De ground en approach en dus alle gesprekken van de grond, zelfs de vliegtuig op de grond kan horen. Ik heb hem op de approach staan. Ja, ik ook. Dan eens even kijken of daar wat is. Hoor. Ja, mooi. Dus 504, die gaan we nu volgen, jongens. 504, die gaan we Die kunnen we, die hou hem Kees, want dat is heel mooi. Ja? Ja, die moeten we houden. Ik kan hem dus hier niet horen, hè. Dus, dit is heel mooi. Die kunnen we volgen, hoor. Zover. Moet je wel even de tijd hebben. Kost je wel veel trouwens, maar goed. Ja, kan ook niet. Met Göteborg, hè? Met Göteborg, ja. Enkel lefty paardje. Wat is de goede Q&A's vandaag? 1-0 en dan? 1-7? Dan zou je zeggen dat de barometer weer stijgt. Kijk, die Q&A's, dat is de barometerstand. Dus die barometerstand die wisselt, hè. En als je die hoogtemeters daar niet op instelt, dan krijg je op een gegeven moment die hoogtemeters te hoog of te laag aanwijzen. Dat is wel natuurlijk niet zo leuk als je gaat landen en je bent er eigenlijk al, hè. Dan krijg je dus een... Dan krijg je namelijk een zogenaamde crash. Oh ja? Zeg, volg 5-4-4 in. Waar zit die nou? Die is nou aan het opstijgen. Die mocht gelijk vertrekken. Ja, wat zegt Amsterdam nu? Ja? Bezem. Pampus Radio. 140. Gooi hem 504. Gooi hem, daar hebben we. Jij krijgt het gevoel dat je een beetje mee mag leven met die wereld wat er over je heen gaat. We hebben onze wereldje hier, onze kennissen, onze probleempjes. Ja, het is eigenlijk zo van, wat is nou allemaal vreselijk belangrijk? En met die vliegtuigen heb je het gevoel, dat gaat nou allemaal over ons heen. Zeg Kees, we gaan nu een einde maken. Zeg, hartstikke bedankt, hè. En, nou, we doen het weer een keer, hè. Zeg, geweldig bedankt hoor. Hartstikke leuk. Daar. Peter Haak is in de studio vanavond. En Arnold Jan Scheer, die hem destijds interviewde, praat nu even met hem na. Peter, doe je het nog wel eens met Kees? Ja, ik heb nog regelmatig wel contact in zo die kant op. Maar ik wou eigenlijk eerst nog even in aanleiding van die film praten over de geweldige hoeveelheid reacties die ik heb gehad van allerlei kanten. Je hebt nu ook wederzijds contacten. Precies, want dit was dus eigenlijk altijd een wereld die je zelf maar moest invullen. Je had dus de gesprekken wel, maar je wist niet wat er aan de andere kant was van de lijn zat. Hè?
En met name van Schiphol is er enorm veel reactie gekomen. Er werd gezegd, Schiphol stond op zijn kop. Nou, er moet natuurlijk heel wat gebeuren als daar iets op zijn kop staat. Hè. Daar moet er wel een crash of iets gebeuren. Jullie hebben een officiële ontvangst gekregen. We hebben een hele officiële ontvangst gehad. En zelfs een speciaal, helemaal een dagindeling. En nou zeg maar, lui met hele hoge functies hebben ons daar rondgeleid. En daar ben ik zeer dankbaar voor geweest. En voor mij was eigenlijk een van de hoogtepunten natuurlijk het bezoek aan Amsterdam Radar. Dat is dus het gedeelte wat ik dan kan ontvangen. Want zoals je hebt gezien daar, kan dat dus niet met approach en met de tower. We hebben de tower wel gezien. Maar voor mij was het hoogtepunt. En hier heb ik dan, als jij dat even wilt laten zien, ja. Hier zie je mij dan zitten. Dat was heel spannend, want ik hoopte natuurlijk maar dat er geen vliegtuigen zich zouden melden, want je hebt het wel gehoord wat er allemaal gezegd wordt, maar je weet natuurlijk niet precies wat je terug moet zeggen. Heb ik daar op de plaats gezeten waar dus het verkeer wat over mijn huis komt geregeld wordt. En, nou, het was werkelijk, ik voelde mij op dat moment toch wel alsof ik in de heilige hallen was, zullen we zeggen. Hè? Je hebt ook een diner aangeboden gekregen. Ja, nou, dat diner dat is er helaas niet zo lang in mijn maag gebleven. Want het was een heerlijk diner trouwens, maar we hebben ook een rondvlucht van de Rijkspolitie aangeboden gekregen. Met een helikopter. En toen vlogen wij op een gegeven moment ook over Pampus Vioar. Dat is een baken wat ik erg graag wilde zien, omdat daar het kruispunt van de hoge routes zich afspeelt. En daar maakten we toen een gegeven moment een bocht. Nou, zeg maar, zoals je in een kermis in een bakje zit wat rondgaat. Dus we gingen met die helikopter dus helemaal rechtsaf en mijn maag protesteerde ertegen. En het heerlijk diner wat Schiphol ons heeft aangeboden is later in een zakje van Martin Air terechtgekomen. En dat was helaas dus jammer. Een ander geweldig moment was dat er was een meneer die reageerde, een hele hoge meneer, ook bij Schiphol, die zei, als zijn vrouw zei later van Piet, die zat op de punt van zijn stoel en die zei, die man die moet ik bellen. Dat heeft hij gelukkig gedaan. En met hem ben ik in de motorenafdeling geweest. En hij zei, geef moment, eerst deze foto maar even. Ja. Er kwam een enorme hangar waar al die jumbojets staan. En toen wees je op dat kleine vliegtuigje, dat is het mooiste vliegtuig van heel Schiphol. En daar mocht ik even in poseren. We zijn dus niet gaan rijden, deskundigen kunnen zien dat er nog een blok onder dat wiel zit. En toen zijn we verder naar de motorenafdeling gegaan. En hier kan ik een foto laten zien waar ik dus achter een motor sta van een jumbojet. Maar u kunt gerust zijn, hij draait niet. Maar dit was een grapje gewoon, dat het lijkt alsof hij dus draait. Maar het kan er dus wel stormen met een kilometer of 1400 per uur, zal ik maar zeggen. En voor mij een van de hoogtepunten was dat ik motoronderdelen mee mocht krijgen. Hier hebt u een schroep van een DC-8. Als ik het zo misschien laat zien, kan het misschien op de camera goed vertoond worden. Die schroep heeft waarschijnlijk nog nooit gedacht dat hij naar een afgrijzelijk leven over de hele wereld hebben rondgezworven bij temperaturen van min 60 graden onder nul. Nou, 900 kilometer per uur woei er wel naar binnen. Dat hij nog heel rustig hier op een tafeltje zou mogen liggen, heel rustig, bekeken door heel Nederland. Die meneer die hem kwam brengen, die zei, nou meneer Haak, die heeft de hele wereld al gezien. En ik heb een verbrandingskamer heb ik meegekregen, zo'n ring. En ik denk ook nooit dat de Nederlandse spoorwegen iemand hebben vervoerd met een verbrandingskamer in het bagagenet. En toen ben ik met dat ding om mijn nek heen, ik denk dat hij ook nooit in zijn leven zo langzaam is gegaan. Ben ik ermee stiekem s'nachts, want ik wou toch niet dat het overdag gezien zou worden dat ik met zo'n enorme ijzeren ring of titanium zit. Ben ik naar huis gefietst, maar ik ben helaas wel in de sloot beland omdat ik dus niet kon sturen met die grote ring. En ik had een helemaal zwarte roetafdruk had ik van die verbrandingskamer. En hier, dat is misschien ook nog een leuk, dit is het heetste gedeelte uit de motor. Kan ik het zo misschien laten zien? Dit zijn de schroepen van een jumbojet motor. Eén hebben ze helemaal opengewerkt voor mij. Kun je zien hoe dat ding gekoeld wordt. Nou, je moet je voorstellen, dit draait dan 15.000 toeren, kan die draaien. Bij een temperatuur van 1500 graden. Mag ook hier rustig liggen. Je hebt ook contact gehad met deze streep, hè? Ja, dat is een heel mooi verhaal. Dat was een, alsof de duvel ermee speelde. Dat was op dezelfde dag dat jullie er waren geweest. Op die dag ervoor was die streep. Ik heb nog tegen jullie gezegd, jammer dat je niet een dag eerder was gekomen, want het was een prachtige streep en ik had mijn radiootje bij me. Ik fietste van school naar huis. Nou, die streep, dat was zoiets moois. Ik zette mijn radiootje aan en ik hoorde dat het Speedbird 638 was. En dat is een British Airways. Nou, verder dacht ik er niet meer over na, totdat jullie net weg waren. En toen haalde ik de krant uit de bus en er stond voorop deze foto met de onderlijnvluchtsporen van Schiphol. Nou, dat was dus niet waar. Ik heb meteen een brief geschreven enzovoort enzovoort. Maar ik dacht, weet je wat, die foto knip ik uit.
En ik ga hem toesturen naar British Airways met het vluchtnummer ertoe enzovoort enzovoort. En er gingen maanden voorbij en ik heb uiteindelijk heb ik een brief teruggekregen en er stond in dat I was finding out that I was the captain myself on that flight. Dus uiteindelijk heb ik via deze streep, heb ik dus, ik heb ook gezegd, jij bent dus de schilder van die streep geweest. En nu groeten ze je wel eens in de, vanuit de lucht. Ja, dan zal ik even heel kort. Zal ik even een stukje laten horen, heel klein stukje, dat was een, ik noem verder geen namen, dat was een piloot. Die had uitgevonden waar ik woonde en op een gegeven moment zei hij, nou ik doe al wat voor jou. En dan zal ik ze laten horen wat hij op een gegeven moment zegt. Ik moet even wachten. Dat is een grapje gewoon. Ik kom er even tussendoor. Ik hoop dat ik nou goed... 371 is maintaining 110 inbound to Haak intersection. Nou, kijk, hoor je het? Inbound. Hij zei 371 is turning right for the Haak intersection. En nou is er wel een officieel punt boven mijn huis. Dat heet Grony intersection. Daar kun je rechtsaf naar Bremen enzovoort. En hier heb je dus, dat is heel leuk, ja, dat je laat huis. Zien. Dat is het huis, kun je het zien zo, dat huis? Nou, dit heeft hij dus niet gezien, maar daar vloog ik. Ik heb hem dus inderdaad ook horen overkomen. En op dat moment kreeg ik dus even de groeten. Bedankt, Peter Haak. En nog veel gevleugelde vrienden. Kijkt u wel eens een show om? Ja, met iemand op Schiphol die met zijn koptelefoon die helemaal gek was van alle vliegtuigen. En iemand van zijn Bugatti of zo, zijn auto. Ja. Klopt dat? Wat herinnert u zich daarvan? Nou, dit is een man helemaal, dat hij liever een Bugatti had als zijn vrouw. Ja. Niet? Ja. Dat was het toch? Bugatti's zijn geen auto's, het zijn automobielen. De liefhebbers ervan noemen zich Bugattisten. Een van de hartstochtelijkste is Jean Prick. Hem hebben we voor het eerst ontmoet tijdens een Bugattisten-bijeenkomst in het Franse plaatsje Molsheim. Meneer Prick, uw jeugd is helemaal van Bugatti doorweven, hè? Vertelt u eens ervan? Dat is moeilijk. Ja. Uw vader die wordt de paus der Bugatti's genoemd. Ja, dat is zo. Ik moet altijd huilen als ik het woord Bugatti hoor. Of over de familie Bugatti. Dan doet me dat erg veel verdriet. En dan word ik emotioneel. En daar kan ik niks aan doen. Ja. Maar mijn grote liefde gaat nou eenmaal voor Bugatti's. En daar doe ik alles, daar laat ik alles voor, wat mogelijk is. En ik hoop later van mijn vader een echte Bugatti te krijgen. Hm. Waarom bent u nu niet met een Bugatti gekomen? Omdat ik er geen heb. Oh ja. En dat ik er van thuis niet alleen mee mag rijden. Nou, papa zegt gewoon, dat is niks voor jou, je bent te jong. Ja. Dus dan gaat dat niet, hè. Mijn vader die heeft gezegd, u krijgt er geen een omdat u een verkeerde aanrijding gehad of zo. Nee, ik heb een keer te hard gereden. Ja? We gingen in 66 naar Denemarken met een rally. Met drie Bugatti's en papa voorop, mijn broer achteraan en ik reed als laatste. Nou, en die twee die sukkelde wat en ik denk, nou het is toch groen. Ik denk, geef maar even gas. En toen vloeg ik door Hamburg, midden door Hamburg en toen sprong het stoplicht. Dat sprong schijnbaar op rood. En ik gaf nog een stootje door en toen ging ik met 140 door het stoplicht in Hamburg. Nou, dat vond papa natuurlijk niet zo prettig. En toen kwamen we buiten Hamburg, toen moest ik de auto aan de kant zetten. En toen zei hij, kom eens even buiten, kom eens kijken. Ik zeg, ja, wat is dat dan te zien, hè? Ik zeg, het is toch niks aan de hand? Maar ik had dat niet in de gaten. En hij trekt de deur open en zegt, kijk nou eens daar. Zegt, en ik stap uit en ik kreeg me een watch. Pas, zegt hij, zo zegt hij. Nou, flik je nou geen tweede keer meer. En dan kom je nooit meer in een Bugatti te rijden. En dat was het afgelopen mee, hè? En dat is ook niet meer gebeurd? Nee, dat is daarna niet meer gebeurd. Maar dat is eigenlijk, ja. En daarom zou u er ook geen in krijgen? Waarschijnlijk door die oorzaak denk ik dat ik gedisqualificeerd ben, ja. Dat is natuurlijk niet zeker, maar ja. Je weet het niet, hè. Het is niet open? Dus. Nee, zeker niet open. Maar ja, we troosten ons nog met andere leuke auto's die dus... Waar je dus wel aan kunt werken en zo. Wat zou u ervoor doen om een Bugatti te krijgen? U hebt er heel veel voor over. Ja, erg veel. Ja. Alles wat mogelijk is. Ik zou eventueel mijn
Dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar misschien mijn vrouw wel verkopen voor de auto. Ja? Dat weet je niet, ja. Je kunt een Bugattist, die kan gekke dingen uithalen. Dat kun je op het moment niet zeggen. Dat kun je zeggen op het moment als het er is, dat je zegt, hey, ja, die auto lijkt me toch wel interessanter. Dan ben je helemaal emotioneel. Dan weet je ook, dan zie je ook niks anders meer. Dat, het gaat dan helemaal voorbij, ja. Dat is dan de volle liefde die je ook hebt. Ja. Van Molsheim 1980 over naar Maastricht 1983. Jean Prick is daar fotograaf en heeft er een fotozaak. Zijn herinneringen aan zijn eerste verschijnen in showroom heeft hij in zijn etalage uitgestald. Heb je veel reacties gehad naar de uitzending? Erg veel reacties. Hele goede zelfs. Er nog mensen opgebeld? We hebben ook nog wel mensen opgebeld. En waren er nog bijzondere telefoontjes bij? Ja, er was ook een man die belde op en die zei, verkoop je vrouw voor een Bugatti? Ik zeg, ja, dat verkoop ik. Nou, zei hij, hoeveel vraag je er dan voor? Ik zeg, 300.000 gulden. Gekke prik, zei hij, en toen gooide hij de telefoon neer. Hij heeft nooit gezegd wie het was. Maar ja, dat... Daar heb je waarschijnlijk wel meer reacties op gekregen? Nou, 1 of 2 zo. Meer toch niet. Die wilde kopen? Ja, ja, die wilde kopen. Maar zij toch niet gekomen, hoor. Nee? Nee. Maar meende je dat nou? Ja, menen. Dat kan je niet zeggen. Misschien wel. Als hier zo eentje kwam met een auto, zou je dat misschien wel ruilen. Ja, je weet het niet. Ja. Dus het eigenlijk wel even lastig, hoor. Heb je inmiddels een Bugatti? Ja, ik heb een halve. Kijk, een halve? Hier. Ja, een halve Bugatti. Wat is dit? Dit is een Bugatti type 44 van 1927. En hoe kom je eraan? Die hebben wij cadeau gekregen van de familie Peugeot uit Audincourt, van de Peugeot-fabrieken. En is daar nog iets van te maken dan? Oh, zeker is daar iets van te maken. Ja? Duurt wel wat, maar ik krijg dat wel voor elkaar. Wat zijn dit? Dit zijn de spatborden van de Bugatti type 44. Dus de spatborden ook van... Van de carrosserie wat buiten staat. Ja. En daar hoort dus bij de radiateur, de koplampen. Wat heb je daar dan? Dat, Dat is de motorklap, hè, van de 44. Die is die klap 4 keer open. En dit is een schokbreker. En hier is de koplamp. En dan heb ik hier de wieldop. En een oliefilter. Heel erg leuk. Nou, en dit is dan een Chantilla buitenwisselmotortje. Ook voor in de auto. En hoe kwam je daaraan? Nou, dat heb ik zo allemaal verzameld. Van de een en de ander zo heb ik dat gekregen. En geruild voor andere auto-onderdelen en zo. Dus je bent eigenlijk een Bugatti aan het sparen? Ja, ik ben er een aan het sparen, ja. Ik moet nog een benzinetank hebben. En dan moet ik nog hebben een chassis en 5 wielen. En een stuur, en dashboard, en een paar klokjes. De zittingen heb ik ook van die auto. Helemaal complete originele zittingen nog. En is daar nou nog aan te komen? Oh jawel, dat is zeker wel aan te komen. Ja. In Frankrijk vind je dat nog veel, en Engeland en Duitsland. Maar het is een beetje kostbaar, hè. Als je dat moet kopen. Dat gaat natuurlijk niet. Nee. Daar heb ik het geld niet voor, hè. Maar mijn vader heeft dat, maar dat krijg ik gewoonweg niet. Dus dat staat maar thuis ergens in de garage en hij geeft mij dat niet. Mijn vader heeft 3 Bugattis. Ja, 3 hele mooie. Krijg je er nog één, denk je? Nou, ik weet het niet. Ik heb er niks meer van vernomen, dus het zal wel niet voorlopig. Hè. Misschien later als hij doodgaat. Ik weet het niet. Maar ja, dat is ook niet erg. Je moet je tevreden stellen met degene wat je al hebt. Hè. En dat is dit? Dat is dit en dat vind ik prachtig. Maar je hoopt er nog steeds op één te erven? Oh ja, dat zal wel best gebeuren. Hè. Ze kunnen je toch niet onderhelven, dacht ik. Hè. Dat zou een beetje te gek zijn. Hè. Maar als je dan deze in elkaar hebt, inmiddels heb je er 2. Dan heb ik er 2, ja. Ben je veel herkend? Ja, tamelijk veel. En dan, ik zag ook wel eens, kom ik wel eens ergens binnen in een zaak of zo. En zeiden mensen, ah, oh, dat is die van de televisie. En dan ging ik daar naartoe. Ik zeg, oh ja, ik zeg, dat is aangenaam. Shoprek, ik krijg van u een gulden. Ja, zeggen ze dan, waarom? Ik zeg, ja, jullie hebben het op televisie gezien, dan moet je me ook een gulden geven.
En zo kreeg ik dan ook wel wat guldens af en toe. Waarom moesten ze dan een gulden geven? Ja, voor onderdelen te kunnen kopen van die Bugatti, hè. Heb je veel bij elkaar gehaald? Oh, zo is misschien ongeveer een 200 zo, alles bij elkaar zo. Dat blijft je grote liefde? Ja, dat blijft het zeker. Dat is een ziekte, daar kom je niet meer vanaf. Het is een ziekte? Ja, het is gewoon een ziekte. Dit. En wil je ermee naar de dokter? Dan kan je niet mee naar de dokter. Is het een ziekte waar je vanaf zou willen? Nee, nooit van zijn leven. Zeker niet. Hoe ontstond dat eigenlijk? Dat huilen, en wat, dat vragen mensen zich toch af, hè? Hoe de... Door die vele auto's die er waren en zo, werd je dus een beetje overtoeren, hè? En dan kreeg je dat je daarvan ging huilen wel. Door de hele omgeving, hè, de hele sfeer die er was en zo. Hè. Omdat er allemaal Bugattis waren? Ja. En dat je er zelf geen hebt, hè, en dat er dan 3000 in de garage staan. En ja, een paar prik er niet bij was, hè. Ik vond het verschrikkelijk. Waarom moet hij huilen? Ja. Ik vind dat verschrikkelijk. Dat is een eerlijke mening. Ja. Hè? Dan gaan de Limburgers weer het huilen. Belachelijk. Ja. U voelt zich als Limburger dan... Ik voel me echt genoemd, ja. Echt waar. Ja, ik denk daar, dan gaat Limburg weer. Als een zak naar beneden. Dat is ook zo. Is het niet zo dat Limburgers een beetje minderwaardigheidsgevoel hebben? Nee, wij helemaal niet meer. Nee, dat menen de meesten wel. Maar daardoor krijg je dit gevoel natuurlijk. Ja, dat begrijp je toch? Ik helemaal niet. Ik heb geen minderwaardigheidsgevoel. Nee, als Limburger dan? Ja, helemaal niet. Oh nee. Vindt het geen schande voor Limburg? Nee. Nee, allemaal. Tegendeel. Tuurlijk. Leuk dat het een programma was. Oké, okay, prima. Kunt u zich nog iemand uit het programma herinneren? Ja, die man die 100 jaar werd in Brabant. Oh ja, die was heel zuinig. Die oude baas, ja. Weet je wel. Ja. Ja. En die 80-jarige, die Jan, we hebben op Gouden Handen hebben we zijn producten gezien. God, hoe heet die nou? Rapies. Rapies, ja. Fantastisch. Hoe vond u dat? Ja, geweldig. Ja, je moet er eigenlijk de hele dag aan besteden, want wat er allemaal bij staat, dat vind ik werkelijk fantastisch. Echt waar. Dat zijn twee mensen die stellen de ganse mensheid voor. U ziet dat de mensen in wanhoop verkeren. Wanneer die nou wij hier zien dat er die mensen hier tralies hebben en achter die tralies, daar zit een mens. Dat mens is een symbool van het gevoelsleven, van de goddelijke eigenschappen die iedereen bezit. Ons intuïtie en ons gevoelsleven zit gevangen in het verstand. Want het verstand heeft de meeste klanten. Vernietig je verstand, het is de moordenaar van je leven. Is dat zo? Dat is zo. Want het verstand heeft deze cultuur gebracht en het is een puinhoop geworden. 5000 oorlogen hebben we meegemaakt in de geschiedenis. En dat komt door het denken? Dat is het ding. Dat komt door het denken. Enkel door het denken. Maar je kan ook toch verkeerde gevoelens hebben. Niet het zuivere denken, egocentrisch denken. Ik en nog eens ik. Wat is dat? Ken het voor? Ja. Dat is het. Dit is een mens. Maar toen hij tot bewustzijn kwam, toen heeft hij begrepen dat de hersens, het denken, dat de oorsprong is van die ellende. En hij is uit zijn gevoel gaan leven. Hij praat anders. Hij doet anders. Hij leeft anders. Zijn hoofd heeft hij in zijn handen. Maar dat speelt geen rol meer. Dan zijn we gevoelsmensen. En we liefde voor alles. Is er geen oorlog? Kan niet. Het is Jezus, hè. En hij heeft een doornen kroon op zijn hoofd. Maar er komen steeds doornen bij. Jezus die sprak, bid voor je vijanden. Bidden er nog mensen voor de Russen die christen zijn. Angst, dat volgt hun. En door de angst
zijn ze ontspoord. Alle mensen. Ja, en dan die man die Ark van Noach aan het bouwen was. Ja. Hè, en die weg wilde en ook meende dat dat wel zou lukken. Of dat überhaupt ooit nog eens uitkomt, weet ik niet, maar... Op een werf aan de Maas bouwt André Buitendijk voor het eerst van zijn leven een schip. 10 jaar lang heeft hij met het plan rondgelopen. Op 23 mei 1979 is hij er daadwerkelijk aan begonnen. Het moet goedkoop. Het wordt een schip van 15 meter lang. Opgebouwd uit betonijzer en kippengaas, dat door cement en zand waterdicht is gemaakt. Een betonnen boot zou je het kunnen noemen. André Buitendijk is geen dolgedraaide hobbyist. Zijn schip is geen pleziervaartuig. Het is een boot om mee te vluchten. Ik wil dus hier eigenlijk vluchten, omdat ik me hier bedreigd voel. Nou, ik zie die derde wereldoorlog op me afkomen. Heel zeker. Ik wil mijn familie bewaren voor dat verschrikkelijke, ja. En wat vindt u daarvan, iemand die zo weg wil vluchten? Ja, ik kan me wel voorstellen dat die man ergens wel angst heeft, maar volgens mij is dat niet te verwezenlijken. Ik vind het wat onwezenlijk. Wat hij maakt, dat volgens mij, dat wordt niet zeewaardig. Dat vond ik. Ik vond dat die materialen die hij gebruikt en die fantasie eromheen, dat vond ik. Dat, er zijn wel meer mensen die komen hier binnen en die zeggen, nou, het ding zinkt. En dan zijn ze dus waarschijnlijk de wet van Archimedes vergeten. Het heeft maar namelijk waarvan een schip gebouwd is, dat doet er helemaal niet toe. Kunnen van lood bouwen. Als je maar maakt dat de waterverplaatsing meer is dan dat het schip weegt, dan blijft hij dus drijven. En dit is niet zwaarder als staal, dus stelt die mevrouw maar gerust. Want het zinkt echt niet. U redt het? Ja. U bent ervan overtuigd? Ja, daar ben ik van overtuigd. U komt in de Stille Zuidzee terecht? Ik kom in de Stille Zuidzee terecht, ja. De bouw van het schip heeft overigens vertraging opgelopen door ziekte van André Buitendijk. De eerste keer dat hij in showroom verscheen was op 21 november 1981, de dag van de grote vredesdemonstratie in Amsterdam. Wat heeft u nou eigenlijk in die 2 jaar gedaan? Nou, in die 2 jaar, de vorige keer was het bovendek er nog niet op, denk ik, hè? Nee. Dus het bovendek erop gezet en dan verder alles betimmerd. Houtbewerking, dat was nooit mijn sterkste zijde, want ik had extra ervoor nooit een plank recht afgezaagd. Wel afgezaagd, maar nooit recht. Die boegspriet is ook nieuw, hè? Nou, nieuw, dat is een balk. Die is al 80 jaar oud, die komt uit een Belgische kerk. Waar zijn we nu? Nou, we zitten hier aan de hoofdkajuit. En alleen de tafel ontbreekt nog. Maar dat is een staande weg, dus die komt tot laatst in. Ja, dat is de kombuis. Dan moet ik nog kastjes in. Waar zit u nu? Nou, ik zit in de navigatiehoekje. De navigatietafel eigenlijk. Of bureautje, hoe je het verder noemen wil. U heeft er ook instrumenten? Ja, de echolood staat hier, een windsnelheidsmeter. Ja, het is allemaal van gebruikte materialen gemaakt. Want dit mahoniehout, dat is van een theekastje van mijn moeder. Dit is het dashboard. Nou, dit is een eenhendelbediening. Dat is vooruit. Dan schakelt hij de hydraulische keerkoppeling en dat is gas. Wanneer vaart u de Maas af? Nou, ik hoop al in januari of zo dat ik op de motor en zo proefvaarten kan maken. En wanneer vertrekt u uit Nederland? Nou, rond die tijd ook. Maart, april. Wat vindt u er dan van, als het kan? Dan? Ja, dan zou ik zeggen, ja, eigenlijk wel een idee. Zeg, laten we erover denken, misschien kunnen we wel mee. Dan, hè, als er de nood aan de man zou komen dan. Wie gaan er mee? Nou, mijn gezin dus. Dat zijn mijn vrouw en 3 kinderen. En dan heb ik een kennis van mij, die heeft ook 3 kinderen. Dat is een pedagoog, die hebben we nou gelijk bij de hand.
Omdat je op een klein beperkte ruimte zit, gaat het meestal stuk over onderlinge verhoudingen en het begint te wrijvingen komen er en dan dat je dat niet uithoudt. En nou geloof ik dat de eerste, wat eigenlijk hoofdzakelijk is, dat je iemand moet vertrouwen die je meeneemt. 100%. Heeft u na die uitzending nog reacties gehad? Ja, zeker. Nou, ik moest me allemaal maar vertrouwen en geloven en hopen en zo. Dat is precies wat alle politici doen eigenlijk. Die geloven en die hopen ook allemaal maar in omstandigheden geloof ik dat er nog erger zijn geworden, want dat zie je elke dag. Ik hoef mijn krant open te slaan of televisie te kijken. Dan zie je vanzelf wel dat we met een sneltreinvaartje op afstomen, vind ik. Waar op afstomen? Op een derde wereldoorlog. Ik wil maar een voorbeeldje noemen, ze zijn hier aan het praten over het wel of niet plaatsen. En ze bouwen hier bijna bij mijn deur, zijn ze de staatbaan of in ieder geval de installaties die daarvoor nodig zijn aan het bouwen, hier in de Peel. U staat wel onder druk? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Ik word er helemaal naar van als hier die straaljagers zo laag overkomen. En ik sta dus wel onder druk dat ik bang ben dat ik niet op tijd ben, maar... Nou, dan moet ik hem afzetten natuurlijk. Maar dat vindt u toch niet zo'n gekke gedachte om dan weg te vluchten? Nou ja, natuurlijk zou er zelf niet op komen. Ze hebben liedje toch gemaakt van vluchten kan niet meer. Ja. Vluchten kan niet meer. En zo staat u er tegen? Ja, zo is dat ook, ja. Ik kan niet meer vluchten. Nee, idioot eigenlijk, kan niet meer. Ik vind het over het algemeen het allemaal fantastische mensen. Ergens hebben ze allemaal iets waar je jaloers op moet zijn, vind ik. Ja, tenminste, dat is mijn idee. Ik vind die mensen hebben allemaal iets. Een bepaalde levensfilosofie. Die vrouw die er ook aan het water woonde. Nou, ik vind het geweldig. Dat die mensen dat hebben, dat vind ik ergens. Ik denk, wat ze jaloers op kunnen zijn als je zo zou kunnen zijn. Hè? Wij zitten te zeer in dat burgerpatroontje, denk ik wel eens. Hè? Zou je wel eens uit willen. Ja, maar niemand houdt u tegen als u nee, eruit... dat is er niet uit. Maar dan denk ik, ja, ik heb het kennelijk niet in me. Daar ben ik waarschijnlijk te nuchter voor. Misschien te calvinistisch, zeg ik wel eens. Dat weet ik niet. Ik zit hier tussen twee meestervertellers uit Showroom. Meneer Monnink, die voor de oorlog al naar Palestina fietste. Daar een boek over schreef met fiets en tent naar de Oriënt. Pas weer verschenen. Ja. Heeft een nieuw boek geschreven, Knots. Zoekt daar een uitgever voor. En aan de rechterkant meneer Henri van Leeuwen, die jarenlang echt clochard was in Frankrijk. En die daar ook drie boeken over heeft geschreven. Heren, we zullen u niet aan het woord laten. Dat als je een meesterverteller één woord geeft, pikt hij je hele avond. Dus we gaan snel over naar een ander duo, een zangduo dat we ook al eerder in Showroom hebben mogen begroeten. De Bolies. Zij hem de deur uitgezet. Hij kon dat maar moeilijk verkroppen en belde haar 's nachts steeds uit bed. Ring, ring, de telefoon. Ring, ring, alweer.
alweer die toon, zou ze hem opnemen? Nee. O, ze haatte de PTT. Haar moeder lag ernstig ziek thuis en zij belde haar dochter om raad. Maar dochter dacht dat het de vriend was, stond roerloos bij het apparaat. Ring, ring de telefoon, ring, ring alweer die toon, zou ze hem opnemen? Nee. Oh, ze haatte de PTT. De moeder sprak nooit meer haar dochter, gelukkig is dit maar een lied. Doch vriend, luister goed naar mijn woorden, misbruik apparaten toch niet. Ring, ring de telefoon, ring, ring alweer die toon, zou ze hem opnemen? Nee. O, ze haatte de PTT. Ja? Kunt u zich nog iemand herinneren uit dat programma? Oh ja, heel veel. Die meneer met die prachtige beelden allemaal maakt. Ja. En die mevrouw met die bakfiets met kranten. Ja. En wat vond u daar, vindt u daar nou leuk aan, zo'n mevrouw met de bijzonderheid dat die iemand op die leeftijd dat toch allemaal kan presteren. Ja. Dat vind ik zo geweldig. Misschien zou ik het zelf ook wel willen. Ja? Ja. Maar u, waarom doet u het niet dan? Ja, ik ben te oud. Ik denk dat ik de krachten niet meer voor heb. Hoe oud bent u als ik vraag? 68. Die vrouw was 86? Ja, maar die had veel meer energie als ik heb, denk ik. Ik heb ze opgemaakt. Het karretje heeft u al? Ja, het karretje heb ik al. Ja. Maar de kranten zitten er nog niet in. Maar u zou dat, meent u dat? Zou u dat wel willen eigenlijk? Ja, echt wel. Waarom dan? Je kan ook de hele dag op de stoel gaan zitten natuurlijk. Ja. Dan heb je niks. Nee. En ze heeft plezier, ze zingt, ze is vrolijk. En al denk je, dat komt nooit meer. Wat een mooie kleren. Oh, wat business, hè? En wat doet u nou met die kleren? Worden weer verkocht. Hoe verkoopt u dat dan? Op de markt. Oh, staat op de markt ermee? Ja, als het oud is, gooi ik het weg, hoor. Ja. Maar als het een beetje behoorlijk eruit ziet, dan gaat het op de markt. Nee. Maar vandaag de dag gaat, zal je zien, met 83, meneer. Zegt u? Met 83, ja. Meer dan 83, zal je zien hoe ze op oude kleren afkomen. Tweedehands. Denkt u dat? Ja, zeker. Waarom? Nou, ja, misère, hè. De ping, ping, ping. Het gaat allemaal om de ping, 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 want geld, dat is zo'n aardig ding. Maar bent u nu bang dat u ook minder krijgt dan? Dat ze het zelf meer gaan houden? Nee. Je hebt altijd van die gekken die er graag nog weggooien. Die heb je ook. Die moet ik hebben, die gekken. Daar leeft u van. Ja. Vindt u dat mensen veel spullen weggooien? Ja, jongelui, oude mensen niet. Het is allemaal van tieners en zo, hè? Die gooien veel weg. Die zijn nog geen armoe gewend, maar dat komt wel. Let u maar op mijn woorden. Ik heb gezegd. Die gevouwen weggelegd, in de Amstel gewoon gegooid en opgedrecht.
altijd brengen. Ja. Bij hem. Op een karretje. Ja. Al die spullen? Daar alles. Ja. Ik liep me rot. Toen hebben ze toch medelijden met me gekregen. Toen zeggen ze, wij komen het wel bij je halen. Ja. Beste kerel, hè? Ja, ja. Kost geen zwaardere bierkoppen. Ja, alleen... Wat? Dat houden ze natuurlijk af, hè. Dat ze komen? Ja, natuurlijk. Nou ja, maar anders kan ik het niet. Met 86, dat moet ik niet vergeten, hè. Als ik eens jonger was, hè. Had ik een beetje op hem gelopen. De rest is me gelukkig nog, vertel. Ja, eerlijk om een jaar wordt. Wat vindt u dan aantrekkelijk in hem? Ja, nou, nog. Ja, is het werkelijk? Ja. Wat dan? Ja, toen nog. Nee, de dikke nog op jou. Die snor? Nee, op zijn gezicht. Oh. Helemaal zo. En zakelijk, een beetje zakelijk. Ja, ja. Dat is die, hoor. Ja. Maar die snor, zag u, vindt u ook leuk, een snor? Ja. Kijk niet naar snorren. Ik heb zelf een snor. Ja, dan neem je gemeen op, maar ik moet me iedere keer scheren. Ja, maar dat geeft dan niks. Ja, ik moet hem scheren, altijd. Ja, het is dan waar ook, hè? Ja. Dus u zag hem wel zitten, eigenlijk? Ja, ja. Leuk hoedje op? Ja. Ja, altijd een hoedje op. Heb jij je hoedje op? Goed, kom je aan die dop. Westra, wordt jouw hals niet moe. Ach, waar ga je met die hoed naartoe? Heb jij je hoedje op? Goed, kom je aan die dop. Zie je, nou ik hem toch nog even vast. Zie je? Oh. Maar wat een papier. Hè. Hij verdient ze weer aan mij, hoor. Huh? Je verdient... Nee, dat gaat nog nergens om, hè. Maar ik verdien... Oh, nou, het verdien gaat nog nergens niet. Om. Al ben je er nog 10 of 20 jaar en ik ben er ook nog een kop bij je lopen. Maar ik verdien er nu nooit bij, want het duurt allemaal te lang hier. Weet je wel? Houd door. Zeg, zie je, daar heb je de zakenman weer. Hij denkt, ik zal het toch maar eens tegen Jennetje zeggen. En vanmorgen moet er zeker 100 gulden bij. Net zo waar als ik sta. Maar dat heb ik wel tegen hun gezegd. Ik zeg, maar dat geeft allemaal niks. Zonde. En toen zeg ik, heb je het gezegd? En dat geeft allemaal niks. Niks, want ik hou zo van jou. Hola, die je. Hola, die je. Poes, poes, een lelijke poes. Wist jij niet dat je jongen moest? Poes, poes, een lelijke poes. Wist jij niet dat dat moest? Nou, ik zal niks aan verdienen. Ja, doet die verlul. Ik begrijp het toch zeker wel. U gelooft er niet? Nee. Daar zit de zakelijk voor. Hij is wel aardig. Ja, het is een aardige vent. Ik zou hem best gehad willen hebben, hoor, vroeger. Maar toen keek hij niet naar me. Maar Jennetje had niks. Maar hij zegt wel eens tegen mij, waar haal je het vandaan, al dat papier in de maand? Ja, dat is veel, hoor. Is het iets voor u, een bejaarde? Nee. Nou, ik zou er net zo goed weer tegen kunnen, hoor. Maak er maar lol. Ik zou er toch wel tegen kunnen. Sommigen zeggen van niet. Oh, dat is een man bij ons, die is er pas naartoe gegaan, hè. En er zijn niet veel mannen. Meer vrouwen, hè. En toen zeg ik tegen hem, God, Barneveld, ik zeg, hoe vind je het? Toen zegt hij, meid, fijn. Hij zegt, ik heb nooit zoveel wijven om mijn nek gehad. Hij zegt, ik amuseer me, zegt hij. Hij zegt, ze zijn allemaal even goed voor me. Hij zegt, meid, je moet het ook doen. Hij zegt, je zal zien, bevalt best. Ja, dat geloof ik wel. Maar je wordt zo lui als de moor, denk ik. He? Ja, als je daar een hele dag moet zitten. En al denk je, dat komt nooit meer. Dat komt nooit meer terug. En waarom bent u altijd zo vrolijk dan? Dat weet ik niet. Heeft u zo'n fijn leven gehad dan? Wel nee, rot leven. Maar hoe kan dat dan dat u toch vrolijk bent gebleven? Dat weet ik niet, hoor. Dat schijnt een geheim te zijn van binnen. Ik weet het niet. Zou u het over willen doen? Nee. Nee, hoor. En mijn enige wens, ik heb een wens, en dat is alleen, ik zou graag geen ziekbed willen hebben, nee, is dood. Maar ze zeggen wel eens, oh, achter je karretje ga je wel dood.
Maar u vindt het nog wel leuk om te leven? Ja, soms en soms niet. Gekken zou ik er niks meer geven. Maar dan wil ik ineens dood zijn, weet je wel. En is het afgelopen voor u? Ja, dan is het afgelopen. U gelooft niet dat er daarna nog wat komt? Nee, ik wou gelovig was. Ik bid daar wel eens om. Dat ik een beetje geloof aan me geweest, hè. Maar u bent het niet? Nee. Erg, hè. De compagnie in ook. U heeft er vroeger wel van gehoord? Mensen kennen heel de Bijbel. Ik weet niet hoeveel versies of ik ken uit de Bijbel en al die dergelijke dingen. En ik heb op zondagschool gegaan. En ik ben tegen u gezegd, dollerend. Wat bent u? Dollerend. Dat is gereformeerd, hè. Dat is dolgeleerd, noemen ze dat. Dollerend, maar noemen ze dolgeleerd. Daar ben ik van huis uit. Bent u gereformeerd van huis uit? Ja. Maar het zegt u eigenlijk niks? Nee, ik heb ook een neef die een halve dominee is. Een halve dominee? Ja. Die is ervoor gezakt. Ja. Zij kennen hem wel. Al dat uitgestreken gezicht heeft hij altijd nog. Dat weet hij. Dat is aardig bij deze boom. Mensen, houd op. Zet dat moordtuig een stop. Heb je geen hart wat er in uw boezem toch klopt? Schiet toch uw arme medemensen niet neer. Gedenk toch den doodslag verbiedt God en Heer. Mensen, laat af van dat moorden en zwaard. Dan is er vrede op aard. Nou, het is af. Na de uitzending in december 82 kwamen er bij Showroom 100 aanvragen binnen voor de tekst van het alternatieve Stille Nacht dat Tante Jen zong. Er kwam ook een telefoontje van een doktersvrouw met de mededeling dat ze waarschijnlijk een portret van Jen had, geschilderd door haar overleden man. Om te vragen naar Jens eigen ervaringen zijn we haar op gaan zoeken op de Amersfoortse markt waar zij iedere vrijdag met haar spulletjes zit. Herkennen veel mensen u nou na die televisie? Heel waar. Ja? Ken je niet, in Amersfoort kennen ze me net zoveel als in Soest. Kleine kinderen zeggen wel eens tegen me, oh, ben u niet van de tv? Oh, dan ben u beroemd. Ik zeg nou, beroemd. Voelt u zich beroemd? Nee. Ja. Ze noemen u ook de ster, geloof ik, hè? Ja, Mae West. Dat is een oude ster, hè? Ja. Heel oud. Nou, dus ik ben mee weg. En wat heeft u nog meer voor reacties gekregen? Oh, veel brieven. Ja. 103. Veel verchristelijke. Ja? Veel christelijke. Het is zeker omdat het van de NCRV is. Zijn jullie zeker ook christelijk? NCRV-mensen. Oh, dus u kreeg veel... De beste al bij je? Wat liefst u? De beste. De beste. Misschien daartussen, mevrouw. U moet maar eens kijken. Dus er waren veel brieven bij van mensen die u wilden bekeren of zo? Ja. Ik zeg nou ja, ik ben geen heiden. Maar dat dachten ze ook wel niet hoor, dat ik een heiden was. Maar nee, want als ik in de nood zit, dan durf ik nog te bidden. Maar ik moet in de nood zitten. Als het me niet erg naar het zin gaat. Hè. Och, het hele leven is up and down, hè. Ja. Dus ik heb ook wel eens... Vorige week heb ik nog gehuild. Maar het is allemaal weer goed gekomen. Maar ik heb er, daar heb ik nou niet om gebeden hoor. Het is vanzelf goed gekomen? Het is vanzelf goed gekomen. Zit er maar niet over in dat u niet gelooft. Het feit dat u zegt dat u dat jammer vindt is genoeg. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat als u eens dit ondermaanse gaat verlaten... Petrus met een elegant gebaar de hemelpoort voor u zal openen. Ja, mooi. Mooi gezegd, hè? Nou, ik hoop het. Ik hoop het. Ja, dat kan ik nog niet geloven, hoor. Of ik werkelijk in den hemel kom. Dan moet ik toch nog wel een beetje anders zijn. Ja, er zaten ook allemaal boekjes bij, hè? En bijbeltjes en zo. Heeft u daar iets van gelezen? Ja. Nee, ik heb er niks van gelezen. Het enige wat ik leuk vind, ik vind dat kruisje. En waarvoor dat ik nou leuk vind, dat is 's avonds helemaal verlicht. Laat u eens zien, houdt u het op?
Ja, maar dat kun je nou niet zien. Ik zal het zo houden, misschien zit daar wat op. Dat, en hoe heeft u dat gekregen? In een brief. Ook van een heel christelijk mens. En dat geeft licht? Ja. Geloof alleen. Het stoeltje het dichtst bij God zal voor Jenny zijn. Oh, leuk, hè? Tante Jen, woont u nou toch in een bejaardentehuis? Nee. Dat is gekomen door de NCRV, hè? En wat doet u hier dan? Ja, ik treed nu op, hè. Dat komt door die baard die het mij ontdekt, die daar zit. Heeft u voor de televisie gezien? Ja, hij had me gezien. En toen zegt hij, ik geef wel eens een toontstelling kies met Nes hier ook. Dat ja. Is hij al eens meer geweest, hè, die ja. Baard. Baardaap. En toen heeft u gevraagd? Ja, en dan ben ik meegekomen, hè. En hoeveel keer heeft u al met hem opgetreden? 3 keer. En succes? Ja, hoor. Is dat het begin van een grote carrière nog? Nou, ik weet het niet, ik hoop het. Tante Jen, ik ben nog jong, hè. 86. Maar vindt u het leuk om op te treden? Ja, hoor. Het is eigenlijk een jeugddroom die in vervulling gaat. Ja, het is een jeugddroom, ja. Ik had graag gewild. Mijn zuster werd wel aangenomen toen. Maar ik had kleine dijtjes. Dat heb ik toen nog gedaan. Op de toneelschool, hè? Ja. Ze zijn nog niet gegroeid. Ze krimpen. Weet je, als ik eens ging vrijen hoe mijn ventje eruit moest zien? Nee. Helder witte staande borden, mooie das en een hoge hoed. Een zwart kostuum en een fraaie dasspeld, staat een jonkman altijd goed. Altijd mooie gepoetste schoenen, gouden ring aan elke hand. Zo één vind ik om te zoenen, ik ging met hem door het ganse land. Ik voel mijn hart van liefde bonzen, als ik hem van hier bezie. Maar zulke mannen zijn er niet. Zeg dat nou niet, want je doet me pijn. Eentje zal er toch wel zijn. Zeg dat nou niet, want je doet me pijn. Eentje zal er toch wel zijn. Weet je, als ik eens getrouwd was, hoe mijn man dan wel moest zijn? Nee. Nee, al zijn geld moet hij me geven. Ik geef hem zakgeld iedere week. Roken wil ik niet permitteren, want de damp maakt mij van streek. Fietsen mag hij ook niet leren. Ik leer hem zuinigheid en vlijt. Dichten mag hij wel proberen. Als hij mij zijn dichtstuk weet, ook moet hij zijn hoofd al wenden, als hij mooiere dames ziet. Maar die mannen zijn er niet. Zeg dat dan niet, want je doet me pijn. Eentje zal er toch wel zijn. Zeg dat dan niet, want je doet me pijn. Eentje zal er toch wel zijn. Die meneer is naar mijn keus. Waar? Daar. Met hem wil ik gaarne trouwen. Die meneer is naar mijn keus. Wat een mooie schone lokken. Wat een mooie Griekse neus. Wat een mooie blauwe ogen. Wat een knevel, wat een mond. Nee, ik werd als ik ging zoeken. Ik bepaald geen mooier vond. Maar ik voel mijn hart van liefde bonzen. Als ik hem van hier bezie. Maar die man wil jou niet. Wordt mijn liefde dan zo versmaad? Nu dan word ik maar een heil soldaat. Wordt mijn liefde dan zo versmaad? Nu dan word ik maar een heil soldaat. Halleluja! Curaçao.
Curaçao, daar neemt de mens het niet zo nauw. Daar laat de mens het allemaal blauw-blauw, zoals de lucht op Curaçao. En altijd waait de wind op Curaçao, dan heb ik jou door brievengaten en in bullenplaaien. Geen wonder dat een mens daar denkt, ach, laat de boel maar baaien. Ik wou de zon naar Holland exporteren. Ik heb met mensen erover gesproken en die mensen die denken dat ik gek ben. Ik wil de zonstralen hier opvangen en door een speciale satelliet naar boven en dan direct naar Nederland. Dan kunnen we Nederland, daar hebben ze een station om de zonenergie te bewaren. En je kunt een televisie, net een televisieapparaat kopen en zet je dat aan, dan heb je zon thuis. Onze zon. En dat kunnen we verkopen. Ja, natuurlijk. Nederland moet de zon hebben. We hebben de zon. We hebben plakkers nodig. Dan zijn we niet te bedelen om te geven. Dan verkopen we gewoon de zon. Iran verkoopt petroleum. Wij verkopen de zon. Dat is van ons. Maar de technicus deugen niet. Dat zijn domme mensen. In december 1979 was Showroom in de West. Daar ontmoeten wij Juan Coco. In Willemstad heeft hij een koffieshopje van 1 bij 3 meter. Daarvanuit slaat hij het stadsgebeuren gade en geeft hij zijn commentaar. Weet je wat? Ik kan je dat niet thuis vertellen, maar ik ben amorist. Amorist? Amorist, yes. Ik ken liefde en ik ken wat liefde kan doen met de mens. En ik leef van liefde. Ik zie liefde in vrouwen. Voor mij is liefde een subtiele energie dat een body nodig heeft om te kunnen manifesteren. Begrijpt u mij? Ja. Zo, als een vrouw zijn body, love, liefde kan manifesteren, dan is ze een vrouw. Maar anders is zij een tweebenige dier die rondloopt en die niets is. Je ziet hier ontzettend veel verschillende soorten vrouwen lopen. Hè? We zijn aan het produceren van een speciale vrouw voor de wereld. Oh ja? Ja. We hebben hier Arabieren, we hebben Amerikanen, we hebben Poolse mensen, we hebben... Zo, het is een hele grote mix. Als je kan een vrouw hier zien, die heeft een neus net als u en haar net als mij. En een kleur heel anders. Je ziet daar waar een echte rare geplaatst zit. Maar we zijn gewend eraan om met rare exemplaren om te gaan. En we zijn nu bezig een nieuwe vrouw voor de wereld te produceren. Het gaat een heel lichtblauwe vrouw zijn. het lijkt een spel, maar je moet het echt geloven en echt begrijpen dat het kan. Als je Curaçaoer bent en je verdient 100 gulden per week, ben je iemand. Je verdient 200 gulden per man per week, dan ben je een andere man. En je verdient 500 gulden per week, dan ben je een grote man. Je bent niet jaloers op hem? Dat is dom zijn. Jaloers is speciaal gemaakt voor domme mensen. Een intelligente man mag niet jaloers zijn en ik ben intelligent. Maar jaloersheid heeft toch niks met intelligentie te maken? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het is toch een gevoel? Nee, het is deficiëntie. Wat? Deficiënt. Tekort aan iets. Waarom zou ik jaloers op u zijn? Ik ken u niet. Ik weet niet wat u doet. Misschien heeft u de hart dat ik wil hebben. Maar ik heb het niet. Misschien wil ik graag zo'n blauwe ogen als u hebben, maar ik heb het niet. De
Ja. De Antillen-aflevering van Showroom is daar twee keer uitgezonden, waardoor Coco wereldberoemd werd op Curaçao. Hij zag er business in en liet een paar honderd t-shirts maken. Hier is er een. Aan de voorkant de lichtblauwe vrouw die daar geproduceerd gaat worden. Met Coco in het midden en als amorist nog twee mooie vrouwen aan zijn andere zijde. En even de achterkant, meneer. Ja, meneer. Een uitspraak van hem in zijn coffeeshop. Jaloers is voor domme mensen, ik ben intelligent, Coco. Dank u wel. Dank u, Dressman. En ik loop even door naar onze volgende gast. Dat is hier meneer Dirk van Noord uit het Utrechtse plaatsje Elst. Dag meneer van Noord. Dank u wel. We gaan even kijken naar het filmpje wat we destijds van u gemaakt hebben. Een stukje. Ik heb geen televisie, ik heb geen radio, maar ik kan alles niet hebben. U mist toch veel als u geen televisie hebt? Maar zat. Wat bedoelt u? Braaien en vuiken maken. Dan ja. Kan u naar de televisie kijken en de vuik maken? Nee. Ja, u ziet niks op de televisie. Er zijn toch allerlei interessante dingen op de televisie en die ziet u niet? Dat zie ik en dat is interessant. Dat is mijn hobby. En televisie niet? Nee. Dus u heeft bijvoorbeeld ook nooit gezien dat de mensen op de maan liepen? En dat geloofde jij? Gelooft u niet dat de mensen op de maan geweest zijn? Nee. Waarom niet? Toch niet. Dat is het onmogelijk, hè. Dat snapt ze men als jij hier over het water heen gelopen. Geloof je dat dan? Ik heb het toch gezien op de televisie? Och, ik heb zo goed gezien. Hebben ze toch uitgezonden? Ja, maar je kunt net uitzenden waar je... Huh? Is het een grap van u of gelooft u het echt niet? Huh? Nee, bestaat niet. Uitgesloten. Uitgesloten dat ze op de maan geweest zijn. Maar wat heb ik dan gezien? Ja, niks gezien en schim. Wat was dat dan wat ik zag? Een schim. Is het getruckeerd, denkt u? Ja. Is het truc allemaal? Ja. Heeft u dat wel eens tegen andere mensen gezegd, dat u dat niet gelooft, dat ze op de maan zijn? Ja, zeker. En wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan? Daar kunnen ze ook geen uitslag op geven. Als jij nou zegt, ze zijn erop geweest. Ja, dat zeggen ze. En ik zeg van niet. Nee. Staf het toch gelijk? Ja, dat is waar. Oh. Nee, dan komen ze nooit. Ze komen er ook nooit, denkt u? Ze komen er nooit op de maan. Waarom nooit. Niet? Waarom niet? Want zouden ze er komen, dan bevriezen ze. En op de zon kunnen ze ook niet komen, want dan verbranden ze. Maar u vindt het ook niet nuttig dat de mensen de ruimte ingaan, of wel? Dan moeten ze uitblijven. Waarom? Ze horen er niet. De vogeltjes die horen in de lucht en de mensen op de aarde. Ja, maar de mensen willen altijd dingen onderzoeken. Ze doen dingen die onduidelijk zijn. Dat is net één, dat is nou met water. Is dat nou duidelijk of is het goed? Nou, die sloot is helemaal verpest. Ja, ik zou haast zeggen van duidelijk. Toen wij voor 50 jaar terug zeiden dat ze dat moesten keren, toen lachten ze dan. Toen zeiden ze, we mogen beginnen als we niet meer mogen spuiten. En toen kregen ze een antwoord, ik zei, waar moet je beginnen als je door achter de heg glijdt? Waar moet je dan beginnen? Nee, de geleerdheid is wel ver, maar hij is te ver. Hier is meneer Van Noord, in ons midden. Hij wou wel komen, als hij maar mocht pruimen. Dus we hebben ontheffing van het spuwverbod bij de NOS moeten vragen. Dat is gelukt. Daar staat zijn potje. Kunt u daar niet buiten pruimen? Nee. Kun jij buiten roken? Ja, ik rook niet. Ik niet. Ik wel. Maar toevallig rook ik nou niet, hoor. Nou, ja. Roken, dat doe ik niet, maar pruimen, dat kan ik niet buiten. Wanneer bent u daarmee begonnen? Nou, dat zou geleden zijn, 75 jaar. Zo. Zo. En ik heb gehoord dat u een aantal weken in het ziekenhuis hebt gelegen. Ja, dat heb ik ook gelegen. En dan mocht u natuurlijk niet pruimen. Jawel, nou. Meteen al? Ja. Toen u zei ik wil pruimen, mocht het meteen? Ja. Dat konden ze niet keren.
Nee, dat laat u niet op zich zitten. Nee, en de pet zie ik ook op. Die ja. kan ik ook niet missen. U had de pet op in bed? Ja. En de schoenen aan. De schoenen aan. Waarom dan? Dat was nodig. Ja, met de schoenen aan in bed? Ja. En wat zei die verpleegster dan? Niks. Ze liet u gaan? Ja, natuurlijk. Ja. Dat pruimen, is dat nou ook goed? Ja. Je moet er niet te versnijgen uitmaken. Ja. Ik heb de tanden nooit gepoetst. Ja. Ik heb nooit een tandarts gehad. Ja. Ja, maar heb ik ze met een kieperpoot eruit gebroken, dat zou ik niet moeten doen. Met een? Met een kieperpoot. Ja? Eruit gebroken, dat zou ik niet moeten doen. Waarom niet? Omdat niet. Als ze één krak kan, de twee. Eén bestaat niet. Oh, dus u, hebt u wou er één, het ging er meteen twee? Ja. Nou ja, heb je daar ook geen last meer van? Nee, dat zei je niet, maar wel langerhand. Ja. U heeft allemaal van die middeltjes, hè? Oh. Heeft u in het vorige programma al verteld. Ja, ja. En in het ziekenhuis heeft u ook een middeltje gebruikt. Kunt u dat nog even vertellen? Ja, ik had zo'n barriuk. Nou mensen, dat is geen mens te gunnen. Ja. Want ik zeg tegen die zuster, is er een dokter? Ja. Nee, zei ze. Ik zeg, nou dan krijg je poeier maar. En ik ging met de kazetpapier rollen, ik zei erom. Want als je zo'n hevige juk hebt, je bent gepoeierd. En je gaat over het laken, is het eraf. Mijn rug stond gewoon in brand. En u heeft u closetpapier om uw benen gewonnen? Eerst poeier erop. Maar wat voor poeier was dat? Ja, weet ik dat, het ziekenhuis. Oh, het ziekenhuis. Maar ja, het beste is, als je die had, je uierzalf. Dat is het beste. Uierzalf? Uierzalf. Ja, dat was nou om gelachen. Maar die het had, pas op. Dan lach je niet hoor. Hoe kun je eraan komen dan? Oh, die hebben ze zat. Dus u heeft uw hele... Moest u dat stiekem doen, niet ziekenhuis? Nee, dat heeft de zuster mee. Oh, die hield mee. Ja, maar denk erom, ik zeg ook tegen de als er een kokosmaat laai, had ik erop gevlogen. Hoort is vreselijk. Zo'n jeuk had u? Hoort is vreselijk. Dat is hier niet te zeggen. En u vertelde toen in het programma dat je als je keelpijn had, dan moest je wormen op je keel leggen. Als je keel dik wordt, ja? Dan wordt ook omgelachen. Ja. Maar als je het hebt, moet je zo benauwd zijn, dat je zegt, ja wat zei je, als het zelf stroomt, niet? Ja. Nou Kees Pietlo... U bedoelt, al moet ik een stront op zijn als het mij helpt? Als het me helpt. Ja. Dus dan weer ook een worm op zijn. Nou, en als je er warmen op lijkt, een kwartier erna, leeft er niet eer meer van. Nee, maar de man ook, leeft wel, de man leeft nog wel. Ja zeker, die is beter. Die is beter. Wim van den Bogert. Die had het zo aardig dat ze hem om 11:30 bracht en om 12:00 ging kijken of hij dood was. En toen zat hij in de tafel. Levende wel? Ja, maar ik heb de deur open gedaan en ik ben weggegaan. Meneer Van Hoort, de tijd is om. Ja. Helaas hebben we geen pruimtebak op tafel. Oh. Maar ik heb gehoord dat u voor u geen bezwaar is, nee. Want u pruimt ook sigaren. Ja. Die staan er wel, ja. Ze staan ervoor. Ja. Dus als u wil, ga gerust uw gang. En de prettige aan. Hij begint al. Het bandje zit er nog om. Een prettige avond verder nog. Hutonia, een land zonder consumptiedwang. Maart 1981. De dan 30-jarige Henk Kuiper woont in een hutje op een bakfiets die hij geparkeerd heeft aan de rand van een terreintje in het Brabantse dorp Goorle. Hij wil zo eenvoudig mogelijk wonen en leven. Als een voorbeeld een deel van zijn welvaart opofferen, grondstoffen sparen en overconsumptie tegengaan. Op de middelbare school had ik eigenlijk toen al het idee van ik moet in een hut gaan wonen. Want die hele consumptiemaatschappij, nou, die is gewoon
milieuvijandig en natuurverwoestend. En je moet daar zelf niet aan meedoen. Maar die psychische dwang van die reclame, nou, die was ook voor mij al die tijd nog zo groot, denk ik, dat ik me toch niet helemaal, ja, daaraan kon onttrekken en helemaal zo durfde te gaan leven zoals ik eigenlijk zou willen. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd van, nou, zo ben ik en zo voel ik en daar ga ik ook naar leven en nou kan het me allemaal niks meer schelen. Ik bouw zelf een hutje en dat zet ik ergens neer in Tilburg-Noord. Maar vanaf het moment dat hier die hut stond, was het hier een drukte van belang. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was ik hier aan één stuk door bezig met uitleg geven over de achtergronden van het in zo'n hut willen gaan wonen. En hoe waren de reacties? De reacties waren, nou, van uiterst positief tot uiterst negatief. Maar ik kan eigenlijk nog beter zeggen, waren alleen maar of uiterst positief of uiterst negatief. Iets ertussenin, dat was er eigenlijk heel weinig. De uiterst negatieve hebben ertoe geleid dat de hut uiteindelijk in de brand werd gestoken. Kuiper bouwde een tweede hut op een soort stortterrein. Nou, ik kreeg al na een week of zo, geloof ik in elk geval, ontzettend snel kreeg ik een brief van, nou, u mag daar niet wonen. Hè? En heel ambtelijk, heel officieel, van uw woning voldoet niet aan de voorschriften zoals die gesteld worden aan woningen. En bovendien, het is agrarische bestemming. En dat is ook inderdaad wel te zien. Hè? Kijk, hier, hier worden brandnetels verbouwd en distels. Het is inderdaad wel agrarische bestemming, dit terrein. Ja. Zijn tweede hut werd door de gemeente gesloopt. Maar hij vond er iets op. Hij bouwde zijn derde op een bakfiets. Een hut mocht niet, maar mag dit wel dan? Nou, ja, dat is misschien niet goed te zien. Ik kan die balkjes eventjes weghalen. Nou, dan zie je daarachter een wiel tevoorschijn komen. Nou, en dat schijnt de hele clou te zijn. Zolang het maar op wielen staat, dan valt het niet onder de bouwverordeningen. Oh, je valt onder de caravans of zo val je dan? Ja, en dit is ook weer zo klein dat het niet onder de caravans valt, ook of onder de woonwagens. Dat zou ook een absurde toestand zijn. Dit is wettelijk nou niet of nauwelijks meer aan te pakken. He, of proberen ze het wel aan te pakken, nou ja, dan ben ik zo weer op een andere plek. He. Ik zit helemaal niet meer vast ook aan deze plaats. Dus het is eigenlijk ongrijpbaar geworden. Henk, het is alweer 2 jaar geleden, maart 1981, dat we hier voor het laatst geweest zijn. Wat is er gebeurd na die tijd? Nou, het ging allemaal prima, fantastisch. Het was dan weliswaar heel extreem wat we deden, maar die uiteindelijke noodoplossing van een hutje op wielen, nou, dat werd toch met rust gelaten. En we gingen er een hutje bij bouwen, zelfs voor ons tweeën, voor Marlieke en mij. Een extra hut? Ja. En ook heel klein en ook op wielen. Ja. Van de eigenaresse van deze grond, daar mochten we het hele terrein als gehuurd beschouwen. Dus wat gingen wij doen? Nou, door het hele terrein legden we een paadje aan met bij alle planten bordjes, de namen van de planten erbij. We hebben een grote vijver aangelegd en nou, die kwam helemaal vol te zitten met salamanders, met jonge salamanders ook. Die beesten die gingen daar eitjes leggen. En dat waren nog eens zeldzame soorten ook. Soorten die overal rond Tilburg verdwenen waren in feite. Dus het ging allemaal prachtig? Oh, het ging prima. En echt hele schoolklassen kwamen hier ook op bezoek met de leraar. Nou ja, en wij gaven een soort biologieles in het vrije veld. En we kregen daar wat financiële waardering ook voor, ook van individuele wandelaars. Nou, daar konden we helemaal van leven. Ja, er kwamen nogal mensen ook hier met de houding van, ach, die zijn hartstikke gek, die mensen. En wat gingen wij dan doen? Dan probeerden we om het tegendeel te bewijzen. Nou, en dat hadden we nooit moeten doen. Ik denk dat dat heel verkeerd was. En hoe deed je dat dan? Nou ja, we gaven ook iets weer van onze diepste inspiratie, die we dan haalden uit teksten als eerder zal een kameel door het oog van een naald gaan, dan een rijke binnengaan in het koninkrijk der hemel. Hè? Of we zeiden ook van, je kunt niet God en het geld tegelijk dienen. Nou, dat kwam allemaal niet zo best over. Hè? In de gemeenteraad werd ook zelfs gereageerd, door een echte christen. Wat zei die dan? Maar...
Nou, die reageerde alsof ik pornofilms had uitgezonden in de zendtijd van de evangelische omroep of zo. Die begon van, ja, reeds Benedictus kende mensen als Henk Kuiper en had er geen goed woord voor over. Week als lood, dwalend zonder herder en niet in de schaapstal van de Heer opgenomen. Nou ja, ook verder werd er een beetje moeilijk gereageerd toch wel op onze uitleg die we gaven en op onze argumenten waarmee we onze levenskeuze probeerden te motiveren. Wat gebeurde er daarna? Ja, nou, er werden nog meer van die gekke opmerkingen gemaakt. Van zeker gezien het intellectueel niveau van de man moet dit zo snel mogelijk de kop worden ingedrukt. Nou ja, dan kun je het verder wel raaien natuurlijk wat er gebeurde. We kregen een officiële brief van de gemeente met op het briefhoofd mooi de beeltenis van Johannes de Doper, het gemeentewapen van Goorlen. Maar daar stond dan wel in dat het afgelopen moest zijn. En wat voor reden voerden ze daarvoor aan? Ja, wij hadden voor de hut hadden we paaltjes gezet om de wielen een beetje weg te werken. Dat vonden we leuker staan. En nou schreven ze dus, de bouwwerken zijn zodanig geplaatst en van houtwerk voorzien dat niet meer valt waar te nemen dat ze op een onderstel geplaatst zijn. Ze vallen derhalve ook onder de bouwverordening, evenals de vijver. Wij gaan zeer binnenkort aan uw hele bedoeling een eind maken en we zeggen u niet wanneer. Ben je uit jezelf toen vertrokken? Nou, er was geen houden meer aan. We kregen een definitieve aanschrijving. Daar stond dan zelfs in van ja, ook overal elders waar u die karretjes neerzet, zullen we ze onmiddellijk met politiedwang verwijderen. En ten overvloede nog eens de mededeling, de door u gekozen vorm van huisvesting zal waar dan ook in Goorlen niet getolereerd worden. Dus ja, we moesten opkrassen, daar zat niks anders op. Toen hebben we de karretjes maar gauw weggezet. En we hebben ze uiteindelijk in een bos verstopt. Nou, dat was de eerste nacht dat die karretjes onbeheerd waren. En meteen was het ook helemaal mis. Alles is in feite vernield die nacht, alles weggehaald. Zelfs een hele stapel nog niet beantwoorde brieven was meegenomen. Door wie? Ja, door vandalen of onbekenden. Was de gemeente duidelijk gaat verkondigen van het moet weg, dan voelen andere mensen die het dan ook niet zo zien zitten, voelen zich wel gerechtvaardigd om dan zelf in te grijpen. Nou ja, dat gebeurde die nacht ook. Het was helemaal afgelopen. Er komt uitbreiding van de Goorlense sportvoorzieningen en het betreffende terrein waar u staat wordt parkeerterrein. Dus dat werd parkeerterrein? Ja. En waar staan die auto's nou dan? Ja. Want het is nou twee jaar geleden. Het is 2 jaar geleden. Nou ja, en geen spoor van een parkeerterrein. Nee, terwijl ze zelfs met de eigenaresse van de grond gingen onderhandelen om de grond te kopen. Maar ja, toen ik eenmaal weg was, toen had de gemeente geen belangstelling meer. En er is ook nooit een parkeerterrein meer gekomen. Toen de hutjes afgebroken waren en gesloopt waren, toen stond ik letterlijk en figuurlijk op straat. Maar ik ontdekte toen in Goorlen een heel klein, heel eenvoudig huisje. En dat stond al een hele tijd leeg, want het was zo eenvoudig, niemand wilde daar verder eigenlijk in. Maar voor ons was het ideaal. En we hoorden van mensen dat zeker in geval van nood en zeker tijdelijk bewoning nog was toegestaan. Dus wij stapten naar het gemeentehuis, maar daar was het hetzelfde geduvel als waarmee het 10 jaar geleden allemaal begon. Ik was verplicht om een aansluiting voor een afzuigkap aan te leggen. Ik was verplicht om een aansluiting voor een vaatwasmachine aan te leggen. En zo nog 400 plaatselijke en landelijke bouwvoorschriften meer. Nou, dat was niet het enige dat ik daar beslist niet in mocht. Nee, de dag na mijn vraag of ik daar in mocht trekken, werd het huisje helemaal dichtgemetseld. 1,5 jaar heeft het toen dichtgemetseld daar gestaan. En nou, sinds kort is de hele boel afgebroken. En we staan op die plek nu? En we zijn hier nou op de plek waar die huisjes gestaan hebben. En wat komt er voor in de plaats? Nou, ik denk dat daar huizen komen waar meer aan verdiend kan worden. Het is een hele merkwaardige zaak eigenlijk. Ik sta al heel lang ingeschreven voor een heel eenvoudig huisje. Nou, alle mensen die hogere wooneisen stellen, die zijn inmiddels al lang voorzien. Maar de huisjes die ik dan zou willen bewonen zijn alleen maar afgebroken in die tijd en ik heb verder niks gehoord nog. Moet ik dan maar op straat gaan slapen, zei ik toen ze het huisje hadden dichtgemetseld. En de bevoegde wethouder zei toen, nou, als u daar behoefte toe voelt, dan moet u dat maar gaan doen. Toen werd ik ontzettend kwaad eigenlijk en op de een of andere manier
ja, moest ik uiting blijven geven aan dat ideaal van eenvoudig wonen. Toen ben ik naar het moderne nieuwe hart van Goorle gestapt, dit winkelcentrum hier. En daar heb ik onder het afdak hierachter, heb ik mijn slaapzak neergerold. Nou. Had er een bord dat, bij of zo? Ja, met een bord erbij van wie eenvoudiger wil wonen moet kennelijk maar op straat gaan slapen. Probeerde ik duidelijk te maken dat dat nou niet direct een principiële voorkeur van mij was, maar een soort uiterste noodsprong. Eerst wist de politie nog niet zo gauw raad ermee. Die keken eens en ja, die moesten toch toegeven dat er niks gebouwd was. Dus die vertrokken met een gezicht van, nou, dat zoeken we op. Maar de volgende dag hadden ze het blijkbaar opgezocht. En toen kwamen ze terug, ik kreeg een procesverbaal en ik moest weg. Ja, ik werd toen ontzettend kwaad. Ik ben toen naar het gemeentehuis gelopen. En daar ja, van de ene afdeling naar de andere afdeling gestuurd. En ik weet nog wel dat ik toen in dat gemeentehuis op een gegeven moment schreeuwde van, zijn er nog mensen hier? Maar niemand gaf antwoord. Nou, toen heb ik gezegd van, nou, ik blijf toch nog hier slapen weer op een keer. Maar ja, toen werd ik opgepakt en meegebracht naar het bureau en ik moest de cel in. Hoe lang? Nou, ik heb daar een nacht in de cel moeten bivakeren. Niet zo lang in feite, maar alles bij elkaar, ja, was dat voor mij toen toch wel genoeg. Ja, daarna had ik echt niet de moed meer om nog verder te gaan. Ik kon er toen in feite niet meer tegen. Hier zijn we bij het gemeentehuis van Goorle. Hier werken dus allemaal normale mensen. Maar voor mijn gevoel zijn hier toch wel gekke dingen gebeurd. Al voor de afbraak van mijn eerste hut werd ik geschrapt uit het bevolkingsregister, want mijn adres voldeed niet aan de officiële eisen zoals die aan een adres gesteld werden. Nou, goed, dat interesseerde mij niet zoveel. Ik dacht, het probleem van mijn bestaan, nou, ze zien maar hoe ze dat administratief oplossen. Ik besta lekker toch. Maar wat bleek, ik mocht niet meer stemmen met de verkiezingen. Dus toen ben ik hier weer naartoe gegaan en heb me in laten schrijven op een vast adres bij vrienden van mij. Nou, wat gebeurde er toen? Toen kwamen er hele officiële brieven aan op dat adres met de volgende vragen. Met welk schip bent u in Nederland aangekomen? Vanuit welk land hebt u zich in Nederland gevestigd? Wat is de reden van uw vestiging in Nederland? Wat heb je geantwoord? Nou, eerst heb ik die brief niet beantwoord, toen kwam er nog weer zo'n brief. En toen heb ik uiteindelijk een brief teruggestuurd en geschreven, nou, met de Johannes de Doper ben ik in Nederland aangekomen vanuit het land Hutonia en ik heb me in Nederland gevestigd wegens verwoesting van mijn land. En mag je nu weer stemmen? Nou, mag ik weer stemmen. Ja. Heb je de moed helemaal opgegeven nu? Ja. Nou, 2 jaar geleden in elk geval wel. Gewoon na de agressie die ik toen allemaal had meegemaakt, toen durfde ik ook verder niks meer te doen. En het was ook compleet onvoorstelbaar voor mij, hoor. De wereld is daarna ook als een waas aan me voorbij gegaan. Ik heb ook een beetje het gevoel van, nou, ik heb 2 jaar helemaal niet meer geleefd of zo. Maar je denkt dat er in de toekomst toch nog weer eens iets gaat gebeuren? Daar twijfel je dan een hele tijd aan, hè. Na zo'n actie van de gemeente denk je dan toch van, ja, nou is het ook echt allemaal kapot. Maar ja, langzaam maar zeker voel je dan toch weer van, nee, er is iets wat ze niet kapot kunnen krijgen. En hoe, dat weet ik helemaal niet, maar het zal zich toch op een of andere manier weer uiten. Houten hutten kun je slopen, maar de geest waar het om gaat is als zaad en breekt het open, niets dat de groeikracht nog weerstaat. Is als zaad en breekt het open, niets dat de groeikracht nog weerstaat. Zoals je tegenwoordig overal meidenpopgroepen hebt, zo had je in de jaren 30 damesorkesten. Vanavond in Showroom een damesorkest van nu. Het Salon onder leiding van mevrouw Geert van Tijn. De soliste is de violiste Florentien Glebnova, die in 1930 al een eigen damesorkest leidde.
Ze speelt nog steeds, maar moet zich nu behelpen met het salon, dat voor de helft uit heren bestaat. Maar in 1983 kan dat ook nog wel mooi klinken, nietwaar? U hoort een potpourri uit de Tjardas Fürstin, het salon. Wie haar zag, is haar nog niet vergeten. Mevrouw Sue Berk. Door haar huwelijk met de inmiddels overleden schout Benacht Berk heeft zij in de zogeheten hogere kringen verkeerd. De wandkleden die zij maakt, blijken daar alles mee te maken te hebben. Zo heeft zij een serie gemaakt waarop de 7 koninginnen van Oranje staan afgebeeld. Met het maken van wandkleden is zij overigens pas begonnen op haar 70ste jaar. Toen haar dochter het huis uitging en zij alleen achterbleef met de afwas. En dat vond ik het ergste van alles, die afwas. Toen ben ik in een hotel. Waarom vond u de afwas? Omdat ik vind het vreselijkste werk dat ik kan. Heeft u het nooit gedaan, afwas? Nooit, ik heb helemaal nooit wat gedaan. Want ik kan niet eens koken, ik kan alleen water koken. Ik heb altijd personeel gehad met veel in het buitenland woonde. Hè? Ja.
Nou, en toen ben ik in een hotel gaan wonen en had je geen afwas. Maar u heeft echt in uw leven nooit hoeven te koken en af te wassen? Nee, en... want ik begin er ook niet aan, want ik vind het vervelend werk, net als afwassen. Ja, dat ligt me niet, hè. En u heeft nooit eens gedacht, dat ga ik nou toch maar eens leren? Nee, want ik ben dol met die kleden. Nee, daar begin ik niet aan. Nee. Maar het is en niet... daarom, dan zeiden ze wel eens, ja, ik was met mijn 45e jaar weduwe, dat je nooit getrouwd bent. Dan zei ik, ja, ik zie achter ieder man een fornuis. Hè? Iedere man wil eten, tenminste op zijn tijd. Ik zeg, en dat heeft me altijd willen houden. Te trouwen. Om te hertrouwen. Ja. Mevrouw Berg, u heeft onverwacht bezoek gekregen. Ja, wie is dit? Dit is juffrouw Bill. Juffrouw? Bill, met twee L's. Ja. Ja. Ze heeft haar hele leven bij al, wat zij noemt, de rijkdom gewerkt. In Rotterdam. Ze zegt altijd de rijkdom, hè? En daar heeft ze dan jaren altijd voor gekookt. Dan ging ze ook mee met een jacht en zo, hè, naar Zuid-Engeland. Ze heeft ook bij u gewerkt? En ze heeft bij mij gewerkt, ja, want ik kan toch alleen water koken? Och, ze hebben nu geen kokin meer, hè? Alles is kant-en-klaar en blik. Ja, voorbeeld. Het is zo. U zou nog wel voor mevrouw Berg willen koken, hè? Nou, ik wel. Ja, ik zou nog best in mijn vak terug willen. Ik heb geen pannen. Zegt u? Ik heb alles weggedaan. Ik heb toch geen pannen? Ze kan toch niet koken, want ik heb toch geen pannen? U heeft alles weggedaan? Alles weg. En als u dan visite krijgt nu? Hoor. Nou, die moeten dat dan zelf meebrengen. Hun koppen en hun glazen. Of ze kunnen uit een melkkannetje drinken, weet ik veel. Wat ik dan nog voor rommeltjes zie. Hè. Ik begin er niet meer aan. Op haar 21ste leerde zij zeeofficier Berg kennen. Binnen een maand was ze getrouwd, want hij moest naar Indië en zij ging mee. Hoe zag hij eruit? Mijn man, die was groot en fors. Een knappe man was het, hè? Tenminste, ik vond hem knap. Hij was dik. Hij heette Dikke Berg in de marine. Maar ik was er zo aan gewend. Dus als ik mensen zag zoals u, dan dacht ik, wat een magere stakkers. En dat waren allemaal mensen met goede figuren. Maar ik vond het allemaal maar stakkers. Ja, daar was ik zo aan gewend, hè, om dat vorsen. En daar viel u ook meteen op. Ja, helemaal. Een type. Heel leuk type was hij. En binnen een maand was u getrouwd? Ja, want mijn man was in. Ja. En toen zijn we getrouwd. En toen op de mailboot. Maar wat zei uw vader? Nou, mijn man die kwam mijn hand vragen. Dat was vroeger gebruikelijk. Hè? En toen zei mijn vader, ja, ik wilde wel graag kwijt aan je. Maar je moet vooral alle scharen wegdoen. Want ze koopt een mantel en na drie maanden is het een hoedje. Hè? Mijn moeder die ging zitten huilen en zegt, ze kan niets, ze kan niet koken. Ze kan helemaal niets, ze kan niet eens thee inschenken zonder te morsen. En die ging naar de gang staan huilen. Hè? Toen ging ik naartoe. Ik denk, god, mijn moeder huilt. Zeker erg vindt ze plezier dat ik eindelijk iemand gevonden heb. En toen zei ik, waar huilt u nou? Toen zegt ze, arme jongen. Ze huilt om hem. Daar begint hij aan. En toen gingen we naar de tuin daarna. En toen dacht ik, die neemt de been uit, die zie ik nooit meer terug. En toen zei hij, wat een leuk gesprek. Hij zegt, ik had altijd met mensen op bezoek van, Marietje kan zo beeldig piano spelen, Marietje kan zo heerlijk koken. En zo was ik al zo zat van. En toen jij zo afgekraakt werd, toen dacht ik, dat is leuk. Wie is die vorstin daar? Dat is mevrouw Berg. Toen bent u zelf? Ja, ik ben net een vorstin. Ja, dat komt door de goud allemaal. Zou u vorstin geweest willen zijn? Nee, ik vind die mensen, die is vreselijk zwaar. Ik vind het altijd zo vreselijk zielig, hè, die mensen. Mensen zijn eigenlijk altijd omringd door lijfwachten. Hè. Vreselijk is dat, als je zo moet leven. Hè. En handjes geven, en dat is ook niks voor u, hè? Keurige receptietjes en zo. Ja. Recepties is heel weinig aan, want je kan nooit een gesprek met de mensen voeren. Vond uw man het leuk, recepties? Ook niet. Nee, we moesten. Maar nee, mijn man zat het liefst thuis. Een beetje te puzzelen en ik met een handwerk en dan keek hij zo over zijn krant. Dan zat ik daar en dan zei hij altijd, oh, ben ik blij dat je geen ingenieur of zo bent. Dan kregen we weer gesprekken over techniek en alles. Hè. Dan zegt hij, wat ben ik blij dat je toch niks weet.
Zei die dan, ja, ik wist niks. En waarom was die daar blij om? Ik kon alleen handwerk. Waarom was die daar blij om? Nou, omdat het zo rustgevend was. Mijn man had het zo druk. En als hij thuis kwam, dan ging hij eerst, mocht hij een kwartier vloeken. Dan ging ik op de klok kijken. En dan vloekte hij, raasde hij. Hè? En dan zei het kwartier is om. En dan stopte hij ermee. Ja, want kijk, iedereen heeft in zijn werk allemaal vervelende dingen. Hè? Waar je kapot aan ergert. Hè? Nou, als je dan zo eens lekker kan schreeuwen. Hè? Al is het maar een kwartier. Was hem al helemaal opgeknapt. Woedend was hij dan wel, weet ik wel over. Ik luisterde niet eens naar. Ik keek alleen naar de klok en dacht ik, kwartier is om. Ja, dan kreeg hij een baaltje. Ja. De emancipatie ziet u niet zo zitten. Ja, ik heb er helemaal geen. Ik kan er niet over worden. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar het zou mijn tijd niet zijn. Nee? Nee. U had geen baantje willen hebben vroeger? Nooit, stel je voor, een baantje. Ja, wel helemaal gek. Kijk eens, die vrouwen die zijn helemaal, die zijn gewoon directeur in hun huis. Ze kunnen, als je rekent, vroeger ook. Ja, iedereen had vroeger een dienstbode. Hè? Maar ja, je moest toch ook als huisvrouw toch ook nog wel wat doen. Zo'n meisje kon niet alleen alles af. En tegen dat mijn man thuis ging, kwam, dan ging staan strijken. En zei strijk, zei ja, dat is natuurlijk veel te doen. Hij had toch niks gedaan. En die ging strijken als hij thuis kwam. Ja. En als hij 's morgens vroeg de deur uitging? Dan ging ik naar bed. Mooie tijd. Dat was een goede tijd. We hebben mevrouw Soeberg opnieuw opgezocht. Ze zat er pipsjes in haar stoel gekluisterd bij, want een paar dagen eerder had ze een lelijke val gemaakt. Haar voornaamste tijdspassering, het maken van wandkleden, stond daardoor noodgedwongen stil. Wat doet u de hele dag? Nou, denken. Ja, ik denk eigenlijk nooit. Maar ik heb gedacht, ik ga een boek uitgeven. Mevrouw Berk aan het denkwerk. Een schitterend idee. Schitterend. Ja, noemt u eens wat? Ja, bijvoorbeeld... Ik vind mannen altijd zo onromantisch met die regenjassen. Hè? En daar heb ik zo gedacht, hè, als je nou al die mannen, het was vorige eeuw, allemaal zo'n cape gingen dragen. Hè, met die mooie kleuren. Hè? Wat zou dat die lui dan een reus succes hebben bij de vrouwen. Hè? En dan denk ik ook, ja, met die vrouwen, met de emancipatie. Die zouden er helemaal van terugkomen als die mannen wat romantischer gekleed waren. Hè? Dan zouden ze natuurlijk ook zich in de beeldige kleren storten, hè, om die man te bekoren in plaats van op een kantoor te gaan zitten of zoiets. Hè. Heb ik allemaal maar een reus ideeën, maar ja, blijf ideeën. Wat is er nou verleden jaar gebeurd na de uitzending? Wel, toen zijn er ongeveer 1000 mensen hier door het huis gewandeld. Want die wilden me allemaal zien. En die wilden die verbouwde bakkerij zien. En die wilden de slordige keuken zien. Vinden ze ook heerlijk natuurlijk. Hè. En dus ik heb dat zomaar zo slordig gelaten. Hè, voor die mensen te plezieren. En er stonden allemaal pannen. Maar omdat ik gezegd had dat ik niet meer kook. Zeiden we, doe die pannen hier. Ik zei, ja, die zijn van mijn dochter. Hè, want die kookt voor mij. Maar ik kon me niet toen af te wassen. Ik heb de druk met mijn wandkleden. En eens stonden daar 3 mannen. Aan die pannen te boenen. Nou, ik vond het lang best. De 3 van die vreemde mannen die hier rondliepen? Ja, die hier ook rondliepen. Die hebben toen daar die rommel allemaal opgeruimd. Heel leuk, was dat heel leuk. Hoe kwamen die mensen allemaal binnen? Nou, door de voordeur. En u liet ze allemaal gewoon binnenkomen? Ja, wel een shock die allemaal maar doorheen. Hè. Ja, toen was het natuurlijk aan het eind, was mijn witte kleed helemaal zwart, dus dan moest naar de stomerij. Dat was natuurlijk eventjes een kleine uitgave, maar ik heb ontzettend veel plezier met die mensen al gehad. Ja, en verder zou ik zo graag al die mensen willen bedanken. Ik heb er meer dan 300 brieven gekregen. Hè?
waren mensen die mij schreven. Door u is mijn hele leven veranderd. Ik heb veel fijner leven. Want ik merkte, u lapt maar alles aan uw laars. En u heeft een heerlijk leven. En dat heb ik nu ook gedaan. En mijn kennissen zeggen, je bent veel vrolijker. Een heel ander mens geworden. Wel, ik kreeg bericht van de inspecteur van de belastingen. Ik moest spoorslags komen. Ik belde op. Ik zeg, ik vind het zo koud buiten. Hij zegt, dan neemt u maar een taxi. Maar op mijn eigen rekening. Hè? Dus toen ging ik dan maar toch maar met de tram. En als ik in de tram kwam, stonden alle mensen op en riep, daar heb je er, daar heb je er. En die mensen die zeiden allemaal, ja, een enige uitzending, een leuke kleding en nu is de afwas al gedaan. De hele tram was al tegen mij aan het praten. Moest ik eerst wel eventjes aan wennen, maar we gingen dan ook al wennen. En toen ging ik dan naar die inspecteurs, er zaten twee inspecteurs. En die zeiden tegen mij, u heeft zeker duizenden daarmee verdiend. Gos, ik dacht, die lui weten natuurlijk alles hè, van de belastingen. Hè? Ik wist niet dat ze zo'n fantasie hadden. Ik zeg, oh, doet die NCRV, geeft die zoveel geld voor zijn uitzending? Toen zeiden ze, nee, uw kleden, die hebben natuurlijk een ontzettend succes. Moet u duizend aan verdiend hebben. Ik zeg, nou, er is één man geweest die belde op en zei, ik heb wel interesse en ik kijk nu op een gulden. Dus ik zeg, daar zag ik ook al geen duizenden in. Hè? Maar toen zeiden ze, ja, heeft u dan nog? Ik zeg, ja, ik heb 300 brieven. Ik zeg, ik heb nog twee huwelijksaanzoeken gekregen. Toen zei mevrouw, gaat u daar niet op in? Ik zeg, nee. Ik zeg, daar ga ik niet op in. Ik zeg, want u denkt, het waren gefortuneerde lui, u denkt aan dit. Maar ik denk aan oude Ventimet. Daar begint hij aan. Nou, u bent er ook een, zeiden ze. Ja, ik heb een erg leuke tijd gehad. Ja, en wat ik ook veel moest doen, is tentoonstellingen openen. Huh? Want dan zetten ze in de krant dat ik het opende en dan stroomden de mensen naartoe. Maar ja, ik wist natuurlijk niet hoe je dat doen moest. Huh? Dus dan zei ik tegen die mensen, ja, ik heb er geen verstand van. Van die schilderijen en alles. Ik weet alleen dat kunstenaars gelukkig zijn als ze straatarm zijn. Hè? Dat zijn de beste kunstenaars. Want die hebben niks om zich, af te leiden, dure auto's en zo. Dan zei ik, ja, het beste is dat u maar helemaal niets koopt. Dan maakt u deze man het gelukkigst mee. Voelde u zich beroemd? Nou, bekend, zal ik zeggen. Hè? Beroemd, dat zijn mensen die iets presteren in de wereld. Hè? En ik ben natuurlijk maar zo'n prutser een beetje van wandkleden. Nou ja, ze, kijk, dat komt, ze viel natuurlijk zo in de spraak. Dat zit hem in de romantiek. Dat denk ik wel, als onze koningin, hè. Dat is natuurlijk, zo'n koningin, dat is romantisch. In de gouden koets, opening van de Staten-Generaal. Hè? En daar kijken duizenden mensen naar, voor of tegen. Maar dat is een sprookje. Hè? Als nou bijvoorbeeld in die gouden koets, als daar Van de Uyl nou bijvoorbeeld ging zitten. Hè? Dan keek geen mens. En dat is natuurlijk met zo'n koningin. Ieder mens wil graag een sprookje in zijn leven. Hè? Ja, het was een oude man, iets wat met zo'n dominee of zo, iets wat met de kerk had te maken. Klopt dat? Zo'n kerkmannetje, een beetje een heel gek mannetje. Die moest altijd lachen en zo. Dus, die vertelde alles over de kerk, maar het kon hem niet zo schelen. Hij was in ieder geval iemand van dominee. Had hij zo'n pak aan en zo. Die zou ik wel eens graag willen terugzien. Dat vond ik heel erg leuk. Wat vindt u ervan dat ze u voor dominee uitmaken? Nou ja, we dienen alle twee dezelfde zaak. We werken alle twee voor God.
Hij op zijn manier en ik op de mijne. Dus het maakt u niet veel uit? Dat wil ik niet zeggen, want... Oh, nou, maar daar gaan we niet op in, want dan wordt het een half uur. Dat voel ik al aan, ja. Dit is pastoor Verhaar. Die hebben we de laatste tijd herhaaldelijk ontmoet. Onder andere de laatste keer op een persontmoeting van Showroom. En toen raakte u in een zeer geanimeerd gesprek met Daan Modderman. Een juist. Andere oude Showroom-bekende. Wie is Daan Modderman ook alweer? Hoe komt u aan die koets? Dus ik dacht tegen die tijd dat ik aan de beurt ben, dan zijn ze er niet meer, die lijkwagen. En toen kon ik bij een vriend, een rijtuighandelaar, kon ik er nog een kopen die niet te duur was. Die kwam uit de Betuwe. En dat heb ik toen gedaan. Eigenlijk voor eigen gebruik, zoals dat dan heet. Het is de grootste rijtuig dat ik heb, maar hij is eigenlijk voor één persoon. Voor één passagier bedoeld. Zijn er geen mensen die dat een beetje vreemd van u vinden? Dat u dat zo regelt van tevoren allemaal? Ik weet niet wat vreemd is. De meeste mensen spelen met zichzelf verstoppertje. Die willen niet weten dat er aan hun leven een einde komt. Nou, dat is heel dom, lijkt me. En de Chinezen, heb ik gehoord, die hebben altijd hun lijkkist al in huis staan. Voor het geval het gebeurt. Want niemand weet wanneer die opgeroepen wordt. Maar toch kan ik me voorstellen dat bepaalde mensen daar moeite mee hebben. Ja, dan zijn ze misschien verkeerd opgevoed. Als kind zongen wij al, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, nog krachtloos is en teer. De stormwind komt, haar stengel knakt, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar zelfs niet meer. Dat zegt de psalmdichter. En als je daarmee groot geworden bent, dan vind je het vanzelfsprekend dat je ook eens een keer olie in je lijkwagen doet, hè? Dat is toch logisch? Hebt u testamentair laten vastleggen dat u in deze koets begraven wil worden? In deze hoeft niet. Ik heb testamentair laten vastleggen dat ik met paardenwagen wil worden begraven. En ik ben er niet meer bij natuurlijk. Of tenminste alleen het omhulsel. Maar als mijn kinderen mij per blikken limousine weg willen rijden, dan zijn ze meteen onterfd. Het is nu 4 jaar later. Gelukkig heeft Daan Modderman zijn eigen koets nog niet hoeven te gebruiken. Op de dag dat wij met pastoor Verhaar bij hem op bezoek kwamen, verwelkomde hij ons als volgt. O diemi, kras tibi, heden ik en morgen gij. Ja, ik was een keer op een mooie zonnige zomerdag was ik de wagen schoonmaken. Want je weet nooit de dag dat de schepper je oproept en de zaak moet in orde zijn. En ik zat binnen die wagen te poetsen en te verven, kwam er een jong stelletje langslopen. En die bleven staan, waarop dat meisje zei, o Jan, wat een eng ding, wat is dat? Dan zei die kindje, hoef je niet zenuwachtig te maken, dat is een ouderwetse begrafeniswagen. Het is een begrafenis, dat is toch eng, zei die wel, nee kind, dat is de weg van alle vlees. En op dat moment steek ik net als nu mijn kop door de gordijnen. Ik zeg heden ik, maar morgen gij. En toen begonnen ze allebei te gillen en ze renden zo hard ze konden sinds de bossen in. En dat waren nog wel de onzalige bossen. Zo was het. Ja. Meneer Modderman, die wil per se in een koets begraven worden, niet in een auto. Hoe is dat bij u? Nou, kijk, als ik maar niet hoef te lopen. Hebben we een keer meegemaakt, er kwam er een die wil begraven worden, die zegt zesde klas.
Ja, Job, ik zeg, dan moet jij gaan lopen met een kaars. Daar hebben we niks voor. Het maakt het u ook wat uit of u in een auto of in een koets wordt weggereden? Nee, dat maakt mij geen verschil. Ze maar niet laten staan. Maar voor meneer Modderman maakt dat groot verschil. Kunt u zich dat voorstellen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Als Daan dat nou eens vertelt. Mijn hele leven is geweest met paarden. En aan paarden heb ik mijn grootste levensvreugde beleefd. En nou zou ik graag willen dat een begrafenis is voor mij iets plechtigs. Dat is de overgang van het tijdelijke leven naar de eeuwigheid. En dan wil ik dat ook dat dat op een gepaste manier tot uitdrukking komt. En als dan Daan Modderman, die rare paardenman, als die dan zonder paarden zou worden begraven, dan vind ik dat een laatste vervelendheid. Nou ja, dan sta jij er zo tegenover. Ik zie het nou een beetje anders, want deze uitzending gebeurt op hemelvaart. Ik ga liever met een auto, dan heb je meer vaart naar de hemel. Dan ben je er eerder. Pastoor, dat is toch milieuverontreiniging met van die uitlaten. Want het zijn vandaag en dag allemaal tweedehands Cadillacs die ze uit Amerika laten komen. Want dan mogen ze nooit langer dan een jaar lopen, want dan zijn ze ouderwets. En bij Van der Lans hadden ze er een, die was van binnen helemaal met witte zij gevoerd. Die lijkwagen, mooi, ook een Cadillac. Maar die werd heel oneerbiedig Sneeuwwitje genoemd. Nou, dat vind ik nou niet de laatste gang met Sneeuwwitje. Dan... Nee, ik zou begraven willen worden. In die huis, in die auto van meneer Drieënhuis. Daar zat ik zo geriefelijk in vanochtend. Nou, dat zou ik een leuke auto vinden van de NCRV. Om door de NCRV naar de hemel gereden te worden. Nou. Ik denk dat hij halfweg komt, meneer pastoor. Nou, we hebben nou 2 uur gereden, dus het ging best. Totdat we hier waren, onzalige bossen. Vind ik helemaal fout, ze moeten hier hangen. Ja, weet ik wat, zalige bossen. Ik vind hier zalig in de natuur. Als u hem zalig spreekt, meneer pastoor. Dat heb ik al gedaan, ik verklaar deze bossen voor zalig. Dank u wel, meneer pastoor. Jij de eerste zalige. Maar zou het u iets voor u zijn om in het wit begraven te worden? Nee, ik zal u vertellen waarom. Dat vind ik leugenachtig. Wit is de kleur van de onschuld en de maagdelijkheid. En als ik daaraan terugdenk, dan is het zo verschrikkelijk lang geleden dat ik het recht zou hebben gehad om in het wit rond te lopen. Dus dat vind ik niet passen. U zegt daar wel wit. Maar nou kan ik u wel vertellen dat in de tijd, in de vorige eeuw en daarvoor, werd een vrijgezel werd begraven met schimmels voor de lijkwagen. Dus witte paarden. En die hadden witte pluimen op. En dat was daarom gedaan. Je hebt van die verstokte vrijgezellen, die willen ook na hun dood dat de mensen op straat kunnen zien, kijk, daar wordt een vrijgezel begraven. Als ik zo dat verhaal vandaan hoor, dan zou ik zeggen, ik moet in het wit begraven worden. Ik ben krachtens mijn roeping vrijgezel. Ja. Maar ik doe het niet, want dan zou de bisschop me na de dood nog in de band doen. Waarom? Want er wordt geen enige priester in het wit begraven, dat hebben we nog nooit gehoord. Nee, maar... Dat zou wel origineel zijn dan. Dat zou origineel zijn, maar ze vragen me of die bisschop het erbij is. Het is toch geen dogma om in het zwart begraven te worden? Nee, dat is het niet. Maar ja, de bisschop heeft toch wel iets te vertellen. Ja, maar niet na de dood, meneer pastoor. Dan zijn wij in handen van de schepper en niet meer in handen van de bisschop, dacht ik. Ja, u denkt dat... Maar jij kan ook best in het wit begraven worden, want jij zegt nou over die onschuld. Maar ja, als je natuurlijk ongeveer bemint, dan ben je meteen in het wit. Dan ben je alles weer kwijt. Dat weet ik niet. Ja, ik denk dat er een laatste... Nou wel weer. Gelooft u niet dat er een laatste gericht is? Ja, tuurlijk. En als ik daar door de mand zou vallen, dan heb ik me al in het wit laten begraven. Als je maar vertrouwt op de barmhartigheid van God, dan val je niet door de mand. Dat doe ik. Ja, ik vertrouw wel op de barmhartigheid. Ja, Daan, als je dat nou vasthoudt, dan zit je hier goed. Maar ik wil toch niet een voorschot nemen. Op de barmhartigheid. Ja, dat kun je gerust doen, een voorschot. Want die barmhartigheid is eindeloos, die raakt nooit uitgeput. Je kan zoveel voorschotten nemen als je wil. Dat zegt u wel erg laat tegen mij, meneer Vosburg. Dat had ik met 20 jaar moeten lezen.
nooit te oud om wat te leren. Nee, dat is waar. Heeft u zich wel eens een voorstelling gemaakt van het hiernamaals? Ja, dan ben ik natuurlijk een paardenman. Ik zie dat meer zoals de Indianen dat zagen. De eeuwige jachtvelden, alles prachtig zonnig en grazige weiden, dat wordt ons ook verteld. En dan natuurlijk veel paarden die daar rondrennen. En dan heb ik altijd zo het idee, maar dat komt om met mijn hobby voor Beethoven. Ik denk altijd dat dan een symfonie van Beethoven op de achtergrond hoorbaar zou zijn. Als wij daar wandelen tussen de bloemen. Ja, als ik daar mag komen. En u, pastoor? Heeft u zich daar... Ja, kijk, ik steun op de apocalyps. Daar het visioen van de hemelse tatuïne. Dat is buitengewoon mooi. Dat zal ik eens even beschrijven. Dat is nog maar een zwakke afbeelding. Dan krijg je eerst... De muren die waren van jaspis. Dat is een edelsteen. Dan krijg je de eerste vier fundamenten. Jaspis, saffier, chalcedon, smaragd, topaas, gyzopaas, hyacint, amethyst. 12 kleuren in allerlei soorten. En de vloer van zuiver goud, schitterend als kristal. En de 12 poorten, de poorten van Jeruzalem. Iedere poort één parel. En een lamp is daar niet nodig, want God zelf is het licht die door het Lam Gods alles verlicht en begeestigt. Maar dat was het visioen van Johannes op het eiland Patmos. Patmos, ja. Dat weet jij. Ja. Je bent bijbelvast. Houd je ervan. Ik vind het erg veel stenen. Ik zie ja, meer, dat hoort meer weiland ja. En zo. Die zijn er ook. Mooie lanen, paarden. Er worden ook paarden verbrand in de Apocalyps. Ja. De vier ruiters van de Apocalyps. Nee, dat weet je ook wel. Dus ja. Daar kan jij er ook nog bij denken. De vier mooie paarden. Zoals ze op de wereld niet bestaan. Ja. Maar voor jou wat? Dat is je kom je daar tegen. Kun je ze haver geven wat je haver kist. Ik weet niet of je dan nog aan spijsvertering doet, meneer pastoor. Zou u pastoor willen zijn? Nee, want dat was voor mij een vreselijke strijd geworden. Want als ik pastoor had moeten worden, dan had ik dus... een gelofte van kuisheid moeten aanleggen. Als je nu maar over heel weinig hormonen beschikt, is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Maar mijn tweelingbroer en ik zijn één eier. En hij heeft altijd gezegd dat ik zijn hormonen erbij had gekregen. Als ze zeggen tegen mij, wat is eigenlijk jouw hobby? En dan zeg ik altijd, het moet levendig, warm aanvoelen... En het moet behaard zijn. Dat is mijn hobby. En dat zijn dan paarden. Uw broer is katholiek geworden? Ja, mijn broer is katholiek. Heeft meteen een andere naam ook gekregen. Waarom kreeg hij een andere naam? Omdat hij had natuurlijk protestante namen. En toen hij katholiek werd, toen kreeg hij dus katholieke namen. Hij is net als ik een enorme dierenvriend. Dus hij koos als eerste naam. Koos hij Franciscus. En aangezien die bij de Benedictijnen was omgevormd, heette die toen Franciscus Benedictus. En daar moest ik aan wennen. Ik kan nog niet benen tegen hem zeggen. Nee. En hoe heette die oorspronkelijk? Hendrik. Mijn eigen tweelingbroer Henk. Ja, zeker. Oh, daar wou je wat over horen, over de huurzondrichten. Nou, kijk eens, dat was vroeger zo. Dan moest je als kapelaan moest je huwelijksonderrichting geven. Dat werd dan gedaan in die biechtstoel. Een bepaald patroon had je daarvoor, de grootste dingen, die zei je dan. Nou ja, toen was ik net kapelaan. Toen was er een paterkapelaan, een hele oude pater met zo'n grote, dikke baard. En die zei, ja, zeg ik tegen die pater, ik moet weg, want ik moet die mensen huwelijksonderrichting geven. Toen zei die pater, nou haast je me niet, want ze weten er meer van af als jij. Maar ik ging even op tocht, die huurzondering. Dat moest je dan doen. Was dat niet moeilijk als jongeman? Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Ja, kijk eens, ik heb zo'n dik boek bestudeerd over het huwelijk. Dus ik was van alles had, ik was wel het oog. Wat vindt u daarvan, meneer Wolderman? Dat vind ik
Ik vind het wel een mooie uitspraak, want uiteindelijk praktijk zonder theorie is natuurlijk nooit succesvol. Maar op mijn gebied, en ik blijf maar een eenvoudige paardenman, ik heb toch mensen gekend die een hele grote kast vol met paardenboeken hadden, omdat het een hobby was. Maar van paardrijden hebben ze nooit een fluit terechtgebracht. Nou bent u allebei op, als ik het zo mag zeggen, latere leeftijd nog zeer in de belangstelling gekomen. U bent allebei op de televisie verschenen. Heeft dat u nog gestreeld, meneer Pastoor? Nou ja, gestreeld, dat wil ik niet gebruiken. Maar ik heb er ontzettend veel plezier van. Ik vind het heel leuk. Je krijgt nou kennissen. En het neemt nog toe. Ik vind het altijd leuk. Dan zit ik eens in de trein en dan zit er zo'n mevrouw tegenover. Die zit maar 5 minuten al te staren. Dan weet ik natuurlijk, die zit te denken, waar heb ik u wel eens gezien? Nou, als dat 5 minuten geduurd heeft, dan zeg ik, ja, u kent me van de tv. Zegt ze, oh ja! Leuk. Bent u ijdel? Nee, kan ik eerlijk, ik ben niet ijdel. Want kijk, dan zou ik pronken met gekregen veren. Wat ik kan, dat hebben we van ons weer gehad. Dus dat heeft geen zin. En u, meneer Moldeman, bent u ijdel? Ik dacht van niet. Misschien dat een ander mij ijdel zou vinden. En je kan beter niet ijdel zijn, want de namen die blijven, dat zijn altijd moordenaars. Als u het geschiedenisboek nakijkt, zijn het allemaal massamoordenaars. Wie springen eruit? Keizer Augustus, Julius Caesar, dan hebben we Napoleon en Adolf Hitler. Die komen natuurlijk allemaal in het geschiedenisboek. Er staat er één keurige nette man in. En dat was natuurlijk een bescheiden vent. Dat was Jan Beukelszoon van Biervliet. Die heeft het haringkaken uitgevonden. Verder niet. Maar die heeft ook geen mensen doodgeslagen en vermoord en zo. En dat is een man die per ongeluk, dacht ik, erin is gekomen. Je moet de mensen nemen zoals ze zijn. Hebben jullie erin gezet in dat boek, dat is heel goed advies. Ja. En kijk, van de week zag ik dezelfde soort boek liggen. Dat is ook weer uitgegeven. Die staat daar ook op. De leukste heet het. Heet die man ook weer Jos Brink. Ja. Nou, ik gun die man alle succes, maar ik vind hem helemaal niet leuk. Tenminste, ik zet het altijd af. Dat vind ik, die zoeken allemaal grappen en het staat er langer meer af. Maar ik vind het leuk, ze hebben het meteen nagevolgd, ons boek uit. Jos Brink ook een boek, de leukste. Dan vind ik het erg sterk om te zeggen dat je de leukste bent. Wij kennen het toch ook wezen, Daan? Dan heeft hij het boek Prediker nooit gelezen. Want ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid. En daar, zover is Jos Brink dan nog niet. Zover is hij nog niet. Stuur jij hem het boek van de Prediker? Ja. Programma Showroom. Ja, kijkt u daar wel eens naar? Altijd. Mis nooit. Wij zijn lid van de NCRW. Mis nooit. Kunt u zich iemand uit het programma nog herinneren? Ja, wie? Tegen meneer erachter. Van de Horst. Ja, nou. Ja, ja. Maar van de en, mensen die erin zitten? Nou, Ted de Braak en Alexander Cola. Ja. En wie is die andere? Dan nog een. Bij de Fonte, geloof ik. Ja. Als we deze meneer op straat mogen geloven, dan stopt Showroom dus helemaal niet. Nee, want in het nieuwe seizoen gaan we inderdaad door met de door hem genoemde heren. Alleen heten we dan weer Varkensmajeur. Ja. Maar Showroom sluit voorgoed. Wij bedanken een ieder die ons de afgelopen 6 jaren trouw terzijde heeft gestaan. En de mensen hier in de studio bedankt voor hun aanwezigheid en de kijkers thuis voor hun inspirerende belangstelling al die jaren. Tot ziens. Scheidan, jongleidan, afscheid brengt leed. Lang zal het duren, eer je vergeet. Iets wat je lief had, gaat van je heen. Scheiden doet lijden, voor iedereen. Ja.